Goedenavond, welkom bij Science Café Enschede. Mijn naam is Dave Blank, ik ben de moderator voor vanavond. Het kan weer, na een tijdje, eindelijk weer een Science Café. Wel in aangepaste vorm, hè, zoals we zitten. Hier hooguit 30 mensen hier in de zaal, maar ook livestream, dus mensen thuis, als jullie kijken. Ook heel erg welkom. Het onderwerp is zeespiegelstijging. Nou, moest ik daar wel heel erg aan denken, want 25 jaar geleden hadden we op de universiteit, wouden we studenten van het VWO, die natuurkunde wou gaan studeren, wouden we eens een keertje iets anders laten zien dan het laboratorium, maar proefjes doen. Ja, wat doe je? En toen dachten we van het project is zeespiegelstijging. Dus ze moesten een instrument maken waarin ze konden zien hoe het water langzaam ging stijgen. Maar ja, dat is ook zo'n beetje, ja, een beetje saaie opdracht. We dachten van, we maken een waterbassin waar we Nederland als schaalmodel in maken. Dus beneden zeeniveau, dat was op zijn laagste. En hier de Lonnekenberg, dat was 80 meter. Nou ja, op schaal was het ongeveer deze hoogte. En in die waterbak lieten we langzaam water stromen via de brandkranen. We dachten één, maar we hadden er wel 5 nodig. Want het schaalmodel was iets van 5 bij 6 meter. En dan samen met Pollis Fornerot, die hier ook in de organisator is, hier voor het Science Café, hebben we dat gedaan. Dat deden we op vloer 5 van het natuurkundegebouw. En ik was op dat moment, moest ik ook lesgeven in mechanica. En toen gingen we eens uitrekenen het gewicht van zo'n bak water. Dus het jaar erop hebben we het ergens anders gedaan. Want we dachten van, oh jee, stel je voor als die lek raakt, dan is het op vloer 4 waar ze ook alle practica waren daar. Dus het was een beetje onverantwoord. Maar het is misschien zeespiegelstijging ook wel. Dus daar gaan we even, vandaag even naar kijken. We hebben 2 sprekers voor de pauze, zoals ik al zei. En de eerste spreker is Erik-Jan Pleister van Lola. En filmpje. Wij zeggen nu dat de iets van 9 miljoen, een groot gedeelte van de 9 miljoen mensen die in de Randstad wonen, dat die naar het oosten zullen komen. Dus nou ja, ga maar na hoeveel daar komen te wonen. Ik zie het als noodzakelijk dat we met elkaar gaan nadenken over de toekomst van Nederland in relatie tot zeespiegelstijging. Zeespiegelstijging en dijken hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. En via een aantal vervolgonderzoeken zijn wij nagedenken over wat dat betekent voor de toekomst van Nederland. Ik zeg van jongens, we pakken onze biezen. We ontwikkelen een nieuwe economie. De economie van het verhuizen in Nederland. Dat wordt een groot ding. We gaan zoveel mogelijk voorzieningen, infrastructuur, bezittingen, vastgoed gaan we oppakken. En dat verhuizen we en dan komen we naar het oosten toe. Die was goed. Die was heel goed. Oké, Erik-Jan, kom je op het podium even? Dan kunnen ze je ook live het echt zien. Ik moet wel erkennen dat toen wij dat schaalmodel hadden, hadden we overal vlaggetjes neergezet aan de diverse universiteiten. Want het was ook een beetje een voorlichting. En er was ook een vlaggetje natuurlijk in Delft. En ook in Rotterdam en dingen. En je kan je voorstellen dat een geluid, gejuich opging toen de waterspiegel voorbij Delft ging. Dus, maar ja, even dat is een ontboezeming aan mijn kant. Even, Erik-Jan, jij bent directeur, hè, van dat bureau in Rotterdam. Wat heb je gedaan? Qua opleiding heb je nodig gehad? Ik ben als landschapsarchitect opgeleid in Wageningen. Wageningen Universiteit, dat heette vroeger nog de Landbouw Universiteit. Nou, en daar heb je een studie landschapsarchitectuur. En dan kan je in Nederland de universitaire titel mee halen. Ja. En je vertelt wel meer over het bureau zo meteen. En ook plan A tot met B tot en met Z, dan alles en zo. Ja. Maar geef jou het woord, want je hebt een stevige presentatie. Oké, komende half uur horen we veel meer over wat voor een effect dat heeft als inderdaad de zeespiegel gaat stijgen, zegt zo'n 6 meter.
Ja. Erik-Jan. Ja, goeiedag. Nou, ik hoef mezelf niet meer te introduceren, dat is makkelijk. Erik-Jan Pleister en mijn bureau is Lola Landscape Architects, een landschapsarchitectenkantoor. Ongeveer 35 medewerkers in Nederland. We hebben ook nog een vestiging in China, in Shenzhen. En ja, Lola staat voor Lost Landscapes. En heeft er eigenlijk alles mee te maken dat wij als landschapsarchitectenkantoor de missie hebben om wat wij beschouwen als verloren landschappen, om die zeg maar nieuw leven in te blazen. En dan hebben we het over landschappen die versnipperd zijn, vervuild, op het punt staan om af te glijden, negatief te veranderen. Nou ja, en om die verandering dan juist in goede banen te leiden en zeg maar ja, een mooi en beleefbaar landschap ook te maken. En voorbeeld is wat we recentelijk nog gemaakt hebben, is hier in Enschede op de universiteitscampus. Daar hebben wij het Hoge Kampplein omgevormd en eigenlijk een heel mooi studentenplein van gemaakt, waar studenten kunnen samenkomen. Maar ook, en dat zie je aan de linkerkant, in het linkerkant van het beeld, een watertuin zit. En die watertuin die zuivert het water van de nabijgelegen vijvers door nieuw stroming te creëren, meer zuurstof, et cetera. Dus dan zie je de manier een beetje waarop wij als landschapsarchitectenkantoor te werk gaan. Nou ja, je ziet ook heel veel beplanting, met nadruk ook op het versterken van de biodiversiteit op zo'n plek. Ander voorbeeld van ons werk is eigenlijk in het zuiden van het land, kasteel Etzerade, waar we met behulp van opgravingen van een ruïne, een nieuwe kasteeltuin gemaakt hebben. En je loopt door die tuin heen en dan zie je eigenlijk alle opgravingen, replica's daarvan, bekers, potten, pannen, et cetera, zie je in die tuin tentoongesteld. Heel concreet werk dus. Dat is de reden waarom ik dit wil laten zien. Heel concreet werk. Maar we zijn in Wageningen ook opgeleid als, ik zou bijna zeggen wetenschappers. We zijn in ieder geval zeg maar academisch opgeleid. Dat betekent dat we ook interesse hebben voor grotere zaken, denk ik. En daar dan ook een soort van relatie mee maken met ons eigen werk. Hè. Dus we kijken eigenlijk naar bijvoorbeeld klimaatverandering en vervolgens naar van ja, wat betekent dat voor onze projecten? Wat kunnen we daar nou mee? Kunnen we op een positieve manier zeg maar een bijdrage leveren aan, aan de wereld dankzij onze projecten? Nou ja, en welcome to the Great Acceleration. Mijn slides zijn in het Engels, maar mijn verhaal is in het Nederlands, dus af en toe dan gooi ik even wat Engelse termen tussendoor. De grote versnelling, want dat is waar we ons nu in bevinden. We bevinden ons in het Antropoceen, het tijdperk waarin we als mens echt onze stempel drukken op hoe de wereld werkt en hoe die eruit ziet. Maar niet alleen dat. We gaan daar ook nog eens een keer heel erg snel in op de tijdschaal. Met andere woorden, op dit moment zie je sinds de jaren 70 een versnelling als het gaat om de afname van natuurlijke systemen. Hele snelle afname van natuurlijke systemen, zoals het bos, ecologische ecosystemen. En een hele snelle toename van kunstmatige systemen. Dingen die wij gemaakt hebben, hè, steden bijvoorbeeld, nemen enorm rap tempo toe. Maar ook alle bijeffecten daarvan. Opwarming van de aarde, CO2-toename, afname van de hoeveelheid bos, zeespiegelstijging. Eigenlijk al die onderdelen maken onderdeel uit van de Great Acceleration. En klinkt misschien tot nu toe nog positief, maar is natuurlijk een hartstikke moeilijke en gevaarlijke situatie. Want al die veranderingen die brengen ons evenwichtige systeem hier op aarde toch wel een beetje in disbalans. Of in ieder geval in gevaar dat ze in disbalans raken. Heten de zogenaamde tipping points, oftewel de kantelpunten. En die kantelpunten, en dat zijn er best wel veel, en dit is een complex verhaal, maar ik zal er niet al te lang bij stilstaan, gaat er eigenlijk over dat op het moment dat die kantelpunten een bepaalde grenswaarde overstijgen, dat er een soort van domino-effect gaat optreden. En ik kan dat heel kort toelichten aan de hand van het verlies van ons bosareaal op de wereld. Het verlies aan bosareaal is natuurlijk intrinsiek al lastig en vervelend vanwege bijvoorbeeld biodiversiteit of zuurstof. Maar het afname van het bosareaal leidt ook tot een toename van het afname van het albedo-effect. Zeg ik dat goed? Nou, ik vraag het even aan de zaal.
Maar in ieder geval, er wordt meer licht geweerkaatst. Minder licht wordt geabsorbeerd, dus er vindt een grotere weerkaatsing van het licht plaats. Dat leidt tot opwarming. Dat leidt vervolgens tot een toename van het smelten van de poolkappen. En dat leidt tot zeespiegelstijging. Dus dan zie je een beetje dat al die effecten, bijvoorbeeld in dit geval met afname van het bosareaal, met elkaar samenhangen. En dat was niet altijd zo in het geval van bos. We hadden natuurlijk vroeger veel meer bosareaal. En daar ligt een grote opgave en ook een sleutel, denk ik, tot het verbeteren van onze situatie. We kunnen als landschapsarchitecten veel doen. En ik heb het hier even in het groen omcirkeld. Maar eigenlijk alle grote bedreigingen waar we mee te maken hebben, gaan over water, gaan over biodiversiteit, gaan over natuurlijke rampen. En dat zijn allemaal dingen waar ik een bijdrage aan wil leveren. Maar het is moeilijk. Want wat gaat er nu eigenlijk gebeuren in de toekomst? Nou, je zag net al, ik kwam er niet helemaal lekker uit. En iedereen komt er eigenlijk niet heel erg lekker uit. Want het is een beetje gissen. Hè? We doen ons best. Alle wetenschappers doen hun best om in de toekomst te kijken. En tegelijkertijd weten we het niet. We bevinden ons in een grote onzekerheid. In de deep uncertainty. Ja, en wat kan je daar nou mee? Wat moet je daaraan doen met die deep uncertainty? Nou ja, ik als landschapsarchitect, maar onze projecten duren ongeveer gemiddeld 3 tot 10 jaar. Dat is de scope waarin wij vooruitkijken en dan is een project gerealiseerd. Duurt best lang zou je zeggen, maar we moeten veel verder vooruitkijken om dit soort processen te begrijpen en om daar ook mee te kunnen plannen eigenlijk. Of in ieder geval scenario's te kunnen bedenken. Nee, daar gaat eigenlijk dit volgende verhaal over. Het heet plan A en plan B en tegelijkertijd, grote disclaimer, het zijn niet echt plannen. Dit is bedoeld om met elkaar te bediscussiëren en ook om een bepaalde noodzaak tot dat vooruitdenken te agenderen. En eigenlijk op een andere manier dan dat we de laatste jaren in Nederland hebben gedaan. Plan A. Plan A voor de toekomst is, we zorgen ervoor met z'n allen dat het klimaatakkoord van Parijs dat gaat werken. En dat we onze doelen halen en dat we daarin slagen. Over de hele wereld. En waarom is dat voor Nederland nou zo belangrijk? Nou ja, Nederland, zoals we weten, ligt voor een heel groot deel beneden de zeespiegel. Als het klimaatakkoord werkt en als de wetenschappers het bij het juiste eind hebben, dan betekent dat dat de zeespiegel niet meer dan 1 à 2 meter gaat stijgen. En dat is voor ons heel fijn, hè, want we hebben natuurlijk een laaggelegen land. Dat zie je hier aan de linkerkant in beeld, in het groen en in het blauw. We hebben natuurlijk een prachtig dijkensysteem. Ik heb het boek Dijken van Nederland geschreven. Misschien dat sommigen van jullie dat wel eens gezien hebben. Maar eigenlijk daarin een soort van lofzang gemaakt op de schoonheid van onze dijken en de cultuurwaarde die dat met zich meebrengt. Nou, je ziet het prachtig dijkenstelsel, eigenlijk over heel Nederland. 22.500 kilometer aan dijken, zowel functionerende dijken als historische dijken. Ja, en die dijken die moet je blijvend versterken. En dat is waar we nu al mee bezig zijn. Daar is ook een programma voor, het Delta-programma. Jaarlijks 1 miljard euro wordt gestoken in die dijken, ongeacht wat voor politieke partij of regering er aan de macht is. En dat zullen we moeten blijven doen om die 1 à 2 meter zeespiegelstijging het hoofd te kunnen bieden. Maar dat lijkt heel erg te gaan lukken, dus prachtig. Dus plan A is zorgen dat het klimaatakkoord een succes wordt. En eigenlijk alles te doen met elkaar om die triggers, impulsen aan... ik moet het allemaal in het Nederlands vertalen, dat is af en toe eventjes lastig. Aan die kantelpunten om dat zeg maar te voorkomen en weg te nemen en in een stabiele situatie te blijven of te komen als het gaat om ons klimaat. Voor mijzelf betekent dat heel erg van ja, oké, dat betekent dat de landschappen die wij maken heel erg circulair zijn. Hè, dat het zo min mogelijk materiaalgebruik plaatsvindt, zo min mogelijk bewegingen, weinig energie kost. Ja, en dat we ervoor zorgen dat onze steden ook gaan veranderen. Dat we veel meer op een ecologische manier naar de stad gaan kijken, waar veel meer plek is voor natuur en landschap. Want, heel even een zijsprongetje, onze steden kunnen heus wel een stukje beter. En het idee is eigenlijk dat als steden geschikt zijn ook voor vogels, dieren, planten om in te leven, nog meer dan dat nu het geval is, dat het ook veel beter voor onszelf is.
De biodiversiteitscrisis, ik zal er niet al te lang bij stilstaan, maar dat is eigenlijk naast de zeespiegelstijging een hele grote crisis waar we met z'n allen mee bezig moeten zijn. En het mooie is, daar is ook nog wel wat te verbeteren. Dat is nog geen verloren zaak, hè? Dus het uitsterven van soorten wereldwijd. En het mooie is dat als we in de stad, in de steden heel erg ons best doen, en daar gaat dit complexe diagram over, je ziet eigenlijk aan de linkerkant en aan de rechterkant een stad die niet natuurinclusief is, en in het midden een stad die wel natuurinclusief is. Een natuurinclusieve stad heeft geen last van extreme opwarming. Een natuurinclusieve stad heeft geen last van wateroverlast, geen last van fijnstof en heeft heel erg veel leven om zich heen. En daar worden we met z'n allen heel erg gelukkig van. Met z'n allen, met andere woorden, wij moeten die natuurinclusieve stad maken. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Daar zit is een no-regret maatregel, om het maar zo even te zeggen. Ja, en uiteindelijk is dat ook goed voor ons, hè? Want het is bewezen dat natuur om ons heen, groen om ons heen, ervoor zorgt dat we gezonder zijn. Het stimuleert heel erg om naar buiten te gaan. We genezen sneller, hoeven minder vaak naar het ziekenhuis. En we worden er ook gelukkiger van, we worden er blijer van. En we zorgen ervoor dat we, als we veel groen om ons heen hebben, ook in de stad, dat we wat beter voor onszelf zorgen en dat we beter voor elkaar zorgen, dat er minder criminaliteit is, dat we beter op de buurt passen. Met andere woorden, belangrijke opgave voor de toekomst, natuurinclusieve stad, onthoud hem. Wij zijn er in ieder geval heel erg hard mee bezig. En dat is dus plan A, gewoon ons stinkende best doen. Met z'n allen ons stinkende best doen dat het allemaal weer goed wordt en beter wordt. Maar, en dit is een plaatje van Trump, het is eigenlijk al achterhaald, het is hartstikke leuk. We hebben nu natuurlijk Biden, maar wat als het klimaatakkoord niet werkt of als het niet slaagt, omdat de politiek in dit geval de ene kant van links naar rechts gaat en mensen rare beslissingen nemen, zich terugtrekken uit dat klimaatakkoord. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En ja, ongeacht de Amerikaanse president of Chinese regering of wat dan ook, is er nog maar de vraag of we in Nederland zelf überhaupt wel de doelstellingen van het klimaatakkoord weten te halen. Veel mensen denken van niet. Meerderheid van de mensen denken van niet. Ik geloof iets van 70%. En ja, we hebben het dus ook eigenlijk alleen al lang niet meer over klimaatverandering. Het gaat echt serieus hier over een klimaatcrisis. En ja, met de pandemie van de corona is deze crisis natuurlijk een beetje op de achtergrond geschoven dit jaar. Terwijl het vorig jaar nog in een heel erg grote stroomversnelling was. Maar ja, het lijkt er wel op dat we die doelstellingen niet gaan halen. En wat als die tipping points waar ik in het begin al over had, echt zeg maar doorgang vinden en die poolkappen gaan smelten. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Nou ja, er is voldoende ijs en water aanwezig om de zeespiegel echt een flink eind te laten stijgen. Nou, dan hebben wij dat eigenlijk niet als uitgangspunt genomen in ons denken over de toekomst. We hebben eigenlijk gezegd van laten we gewoon naar rapporten kijken van wetenschappers. En het IPCC, dat is een wetenschappelijk panel, die houden zich bezig met voorspellingen over de zeespiegelstijging. En we hebben van hen het meest extreme scenario genomen, maar niet een ondenkbaar scenario. En dat scenario is dat we hier te maken krijgen met een zeespiegelstijging van 3 meter tegen 2100 en 6 meter 2200. En 2085, dat is het moment waarin we dan de cruciale 2 meter weten te bereiken. En dat is dus het moment dat onze dijken eigenlijk niet meer geschikt zijn om die zeespiegelstijging aan te kunnen. Nou ja, wat betekent dan eigenlijk? Nou ja, Deltares Instituut in Delft heeft dat vorig jaar al eens een keertje in beeld gebracht. Betekent dat onze dijken het eigenlijk niet aan kunnen en dat we onze dijken ook niet oneindig lang kunnen blijven verhogen. Dat is heel grappig, want dijken is een systeem dat is uitgevonden in Nederland, eigenlijk in China, maar in Nederland hebben we dat uitgevonden ongeveer 700 voor Christus. Dan zijn we ooit begonnen met het stapelen van plaggen, kleine drempeltjes van 70 centimeter. En dat is uitgegroeid tot de dijken die we nu hebben. Nooit heeft iemand erbij stilgestaan, dat we wel eens hele hoge dijken zouden moeten maken. Dus we zijn eigenlijk min of meer dat systeem ingesukkeld, zou je kunnen zeggen. En nu hebben we er maar mee te dealen. We moeten elke keer die dijken verder verhogen, terwijl het land, moeten we niet vergeten, best in een rap tempo aan het zakken is. En dan heb ik het niet over dit gedeelte van Nederland, daar komen we straks nog op terug, maar het westen van Nederland natuurlijk.
En we kunnen die dijken dus niet eindeloos blijven verhogen. Daar hebben we en de technologie niet voor, en het zand niet voor. De economie zou er gigantisch onder lijden als we alles af zouden moeten sluiten. De havens bijvoorbeeld. En het is een enorm kostbare zaak. Dus moeten we niet vergeten dat de hoeveelheid geld die we daarin moeten steken, en exponentieel zal toenemen om dat stijgende water het hoofd te bieden. Sommige filosofen en wetenschappers zijn dan ook uiterst negatief. Die beschrijven in boeken en publicaties het einde van Nederland al. Dus dit boek bijvoorbeeld laat als voorbeeld op pagina 1... de nation formerly known as the Netherlands zien. Dat is Nederland en het bestaat niet meer, want het is ondergelopen. Nou, dat is een hele negatieve benadering, maar we kunnen er in Nederland ook wat van, hoor. Want deze serie was natuurlijk een paar jaar geleden op televisie. Wat als de dijken breken? Nou ja, daar zitten we met z'n allen op een hoogspanningsmast. Moederziel alleen wachten om gered te worden. En daar in die serie werd ook geen enkele oplossing geboden voor degenen die hem gezien hebben. Ja, en niet voor niks dat scholieren en studenten, de generaties die het hier echt van moeten hebben, en die zeg maar met de consequenties hiervan te maken gaan krijgen, dat die zich gewoon echt ontzettend ongerust maken. En die gaan de straat op en die gaan protesteren, want ze zien eigenlijk geen toekomst binnen dit hele verhaal van de klimaatverandering. Want waar zijn de oplossingen? Wie biedt er een keer een oplossing? Niks, het is alleen maar de opeenstapeling van problemen op problemen op problemen op problemen. De ene dag is er weer een nieuw record als het gaat om temperatuur, de andere dag is er weer een nieuw record als het gaat om neerslag en zo verder en zo verder en zo verder. Met andere woorden, ja, waar is plan B? Hij staat daar links op het beeldscherm, daar links. There is no plan B, there is no planet B. Nou ja, dat stimuleerde mijn bureau en ons heel erg om daar nou eens over na te denken. Want ja, dat is toch ook een beetje ons vak, plannen maken zou je kunnen zeggen. En ook eigenlijk, ja, het soort van, we willen niet aan de kant blijven staan en niks doen en maar gewoon opdrachten uitvoeren voor ontwikkelaar dit of overheid zo, zonder eigenlijk hierover na te denken. En we willen ook heel graag gewoon een alternatief bieden en eigenlijk laten zien dat dat er ook positieve verhalen te vertellen zijn, maar dat er ook wellicht andere toekomsten te bedenken zijn. Want we zitten heel erg vast in de lockdown van onze eigen toekomst. Het eigen systeem van het denken over dijken en dammen en IJsselmeer, et cetera. Met andere woorden, plan B. En plan B, ik zeg het nogmaals, het is eigenlijk geen plan, het is een denkraam. Het is een vertrekpunt voor wat eigenlijk plan B zou moeten gaan worden. Maar het gaat er eigenlijk vanuit van, ja, je ziet hier een klimaatvluchteling, zou je kunnen zeggen. Iemand uit 1953, getroffen door een ramp, dat willen we niet. We willen niet wachten op de volgende ramp en dan in actie komen. Dat zou natuurlijk afschuwelijk zijn. En ja, binnen het Nederland van nu, ja, er wonen natuurlijk miljoenen mensen in het westen van Nederland. En als die getroffen worden door een ramp, ja, dan zijn we wel verder van huis. Dus we willen natuurlijk voorafgaand daaraan nadenken over de toekomst en alternatieven bieden. En we kunnen daar ook grote plannen bij maken. Dit zijn natuurlijk plannen die in het verleden gemaakt zijn. Het Deltaplan en een grote plan voor de inpolderingen. We hadden daar een traditie in om op een grote schaal, op een grootschalige manier over Nederland na te denken. Dit heel erg uitvoeringsgericht. Maar als je kijkt naar de nota's ruimtelijke ordening, uit de tijd dat we nog een ministerie voor ruimtelijke ordening hadden. Want dit is eigenlijk een heel groot pleidooi om een ministerie van ruimte weer terug te brengen. Want dat hebben we ontzettend nodig om eigenlijk dit soort opgaves aan te kunnen. Ja, en daar hadden we een traditie in. En die traditie die zorgde ervoor dat we de compacte steden bijvoorbeeld met elkaar gemaakt hebben. Waar we nu ontzettend trots op zijn. Maar tegelijkertijd lijken we dat te zijn vergeten. Dat dat niet zomaar vanzelf ontstaan is, maar dat is een kunde, dat is een vak. Dat is mijn vak. We hebben desondanks door de tijd heen veel aanpassingen gedaan aan onze dijken, steeds hoger gemaakt. Het probleem is, als die klimaatverandering steeds sneller gaat en die zeespiegel steeds sneller gaat, dat de aanpassingen die we doen aan de dijken steeds minder lang effectief zijn. We zouden wel eens in de situatie terechtkomen dat terwijl we bezig zijn met aanpassen van de dijk, het verhogen van de dijk, dat we erachter komen dat die specifieke verhoging eigenlijk al niet meer voldoende is. Dus het systeem is al outdated, terwijl we nog bezig zijn met dat systeem te versterken. Met andere woorden, is het niet tijd voor een ander plan? Wat is eigenlijk onze andere toekomst?
Hebben we een andere toekomst dan alleen het nadijken binnen onze polders, dijken, dammen, et cetera? Ik heb dat geprobeerd te verbeelden en dit is een soort van spoorboekje. En onderin zie je A, nou dat is plan A, dat is wat ik eigenlijk net aan het begin zeg maar geïllustreerd heb. Gewoon doen wat we aan het doen zijn, alleen veel beter. Maar we veranderen het systeem niet. Maar B, C, D en E, dat zijn eigenlijk grote systeemveranderingen. Ver weg in de toekomst, nou, je ziet daar 2200 staan, hè, dus dat is niet morgen. Maar dat geeft wel aan dat we hopelijk nog wat te kiezen hebben in onze toekomst. Moeten we ons nou echt neerleggen bij het feit dat Nederland is zoals het is, of zijn we ook in staat om in een ander Nederland na te denken? En het is in mijn optiek heel erg goed om die verschillende toekomsten te gaan maken, gaan bedenken, zodat we in staat zijn om ook verschillende paden te gaan bewandelen. En wellicht, hè, die plannen moeten ook adaptief zijn, die moeten zelf ook kunnen veranderen, dus we moeten geen blauwdrukken gaan maken, dat gaat niet meer. We moeten geen blauwdrukken maken zoals Deltaplan. We moeten adaptieve plannen maken, maar wel met verschillende koersen, met verschillende eindbestemmingen. Ja, en wellicht is het niet nodig, hè? Dus wellicht koersen we op een gegeven moment naar plan D of naar plan E en komen we erachter dat het allemaal wel meevalt met die klimaatverandering en kunnen we alsnog terugzakken in de huidige situatie, wie weet. Maar misschien komen we er wel beter uit. Met andere woorden, laten we ons nou eens een keer een beter Nederland voorstellen, maar dan in dit geval, in dit voorbeeld, plan B, zonder dijken, dammen en polders. Wat zou dat eigenlijk betekenen? Kunnen we dat maken? Kunnen we daar zeg maar in leven? Kunnen we daar in floreren? Hoe gaat dat met onze economie? Nou, eventjes vanaf het begin, zeg maar. Nederland ligt voor een groot deel beneden de zeespiegel. Dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Bij een scenario van plus 6 trekt die lijn eigenlijk oostwaarts, hè, die zwarte lijn. Die zwarte lijn staat nu op 0, maar die trekt eigenlijk een behoorlijk eind oostwaarts. In het plaatje aan de rechterkant zie je eigenlijk het probleem waar we nu al mee zitten. Namelijk dat 9 miljoen mensen in 59% van het overstromingsgevoelige deel van Nederland wonen. Dus 1/3 is eigenlijk nog niet alles. Langs de rivieren, ook bovenstrooms, daar zijn grote overstromingsrisico's. 59% van Nederland is overstromingsgevoelig. Ik heb een mooi cirkeltje rondom Enschede gezet. En dat is heel erg leuk, want als we door de presentatie heen klikken, dan lijkt hier alles wel redelijk zeg maar op het droge. Hè? Ja, eigenlijk hadden we dat vroeger met z'n allen moeten doen, gewoon op de hoge gronden gaan wonen. Wie heeft ooit bedacht dat we in dat laag Nederlands zijn gaan wonen? Maar in ieder geval, het plan dus, het voorstel om gewoon een grootschalige verhuizing te gaan doen en met z'n allen inderdaad deze kant op te gaan komen. En dat vraagt van iedereen wat offers, maar wat levert het op? En dat gaan we zo zien. Dat is dit plaatje wat we geschetst hebben. En dat is een plaatje wat anderhalf jaar geleden, of het is het bijna 2 jaar geleden, viral is gegaan toen we dat eigenlijk vrij plomp verloren op internet hebben gezet. Bedoeld om de discussie aan te wakkeren. Nou, die discussie die kwam er. Maar ik zal eerst even laten zien wat het plaatje precies behelst. Wat we zien is, en misschien dat ik het even zo moet doen, of zal ik het toch zo doen. We zien eigenlijk 2 kusten. We zien een westkust en een oostkust. En de westkust dat is gebaakt op de relicten, zou je kunnen zeggen, van de duinen en de dammen en de infrastructuur die we daar hebben. Versterkt, verhoogd. Eigenlijk om ervoor te zorgen dat er achter die lijn een soort van rustige binnenzee komt, een lagune, een ondiepe binnenzee. En in het oosten, ja, daar bevindt zich de oostkust. Nou, en langs die beide kusten lopen wegen, kustwegen, van noord naar zuid. En wat je eigenlijk ziet is dat het westen van Nederland niet verlaten is. Dus het is niet zo dat we het westen van Nederland niet gaan benutten en niet gaan gebruiken. Wel nee, natuurlijk. Dat zou tegen de Nederlandse traditie zijn om zomaar iets achter te laten en niet zeg maar, in ons voordeel te benutten. Het westen van Nederland dat wordt zou binnen dit scenario plek worden waarin nog steeds oude steden liggen, omringd door ringdijken. We moeten met elkaar dan een afweging gaan maken van wat is waardevol en wat is niet. Nou, we hebben hier eigenlijk alle beschermde stads- en dorpgezichten als voorbeeld genomen. Om te bepalen wat waardevol is, maar het zou heel goed ook iets anders kunnen zijn. Het lijkt me een hele mooie maatschappelijke discussie om met elkaar te voeren onderweg naar 2200.
Wat we daarin ook zien is, nou, daar kom ik zo nog wel even op terug, dat vraagt wat meer zeg maar inzoomen. We zien, nou, weet je wat, ik zoom er heel even in. We zien in het noorden dat iedereen zijn eigen kracht benut. Dus de Friezen en de Groningers die gaan verder op superterpen. Die hadden het al veel langer goed begrepen, die bouwden gewoon hun eigen hoge grond, niks geen dijken, gewoon hoge grond maken. En het mooie is dat daar ook eigenlijk de droom van onafhankelijkheid uit kan komen. He, dus eigenlijk twee nieuwe eilanden ontstaan er en die eilanden die hebben niet eens een vaste landverbinding. Hier zie je eigenlijk, dit is een mooie samenhang, want je ziet in het oosten nieuwe agglomeraties, nieuwe steden. Dat zijn de 9 miljoen mensen die eigenlijk in het oosten hun nieuwe bestaan opkomen bouwen. En een beetje ja, in een soort van Duitse traditie zou je kunnen zeggen. In de zin van geen compacte steden, maar echt wat meer sprawl, hè? Wat meer verspreiding. Terwijl in het westen, daar zien we nog steeds Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, eigenlijk leunend tegen de duinen. Die stipjes die je rondom die steden ziet, dat is eigenlijk dat is allemaal drijvend. Dus we gaan ook echt aan de drijvende landbouw, we gaan drijvend wonen, we gaan drijvend recreëren, we gaan drijvend op vakantie. Maar daar ontstaat een hele nieuwe economie, een drijvende economie. En dat kan allemaal, hè? Die techniek is er in feite ook allemaal. En het groene wat je ziet, dat is een hele grote kwelder. Je zou kunnen zeggen een hele grote waddenkust. Dus dit is het intergetijdengebied wat volstroomt en wat weer droog komt te liggen. En waarin we ook kunnen wonen, ook kunnen vissen, ook economie kunnen bedrijven. Bovendien zou het een natuurgebied zijn, vele malen groter dan de waddenkust op dit moment is. En dit is een oude versie van het plan, zie ik. Dit is de versie waar Antwerpen niet meer op staat. Maar deze kaart is om te illustreren dat dit verhaal natuurlijk niet ophoudt bij de grenzen. Dit gaat langs de hele noordwestkust van Europa, hè, tot Denemarken aan toe. Maar België gaat natuurlijk in dit verhaal ook mee. Heel even kort de lagen afpellen. Ik heb het eigenlijk al verteld, hè, dat verhaal over Laag- en Hoog-Nederland. Verschillende vormen van verstedelijking, dus drijvend wonen, wonen binnen ringdijken, wonen op palen, het zit daar eigenlijk allemaal in. We gaan dus de steden opnieuw uitvinden. Nieuwe infrastructuren, sommige op basis van oude kustlijn of op basis van kreekruggen, dat zijn eigenlijk die paarse lijnen. Andere op basis van nieuwe kustwegen. Waterwegen, nog steeds ontzettend nodig en belangrijk, want die waterwegen zullen eigenlijk over de bestaande rivieren voeren, ook al is het omringende land omringd door water. Dat heeft alles met diepgang te maken. Zoetwatervoorziening, ongelooflijk belangrijk binnen die zilte omgeving. Dus daarin hebben we gebieden als de duinen en de Veluwe ook ontzettend hard nodig, onze zoetwaterlenzen. En landbouw bijvoorbeeld, maar ook energiewinning, daar is het water ook heel erg geschikt voor. Nou, heel kort eventjes, dat was best een schok, zo'n anderhalf, twee jaar geleden. Mensen zeiden verschillende dingen over dit verhaal. Er waren mensen die het gelijk eigenlijk accepteerden en zeiden, wat fantastisch, dit is de manier waarop we na moeten denken over de toekomst, met elkaar de discussie aan moeten gaan. Sommige mensen heel erg enthousiast, hè, dus die zeggen van, eindelijk kan ik al kitesurfend naar mijn werk gaan. En sommigen zeggen, oh, wat ontzettend fantastisch, kan het niet morgen? Nou, dat is natuurlijk met een dikke knipoog, maar geeft wel aan hoe het aanspreekt. Hè. Iemand rechtsonder zegt, tof concept, spreekt tot de verbeelding. Ook dat is adaptatie. Nou, eigenlijk punt gemaakt. Hè. Mensen die zeggen van, ja, oké, maar als dit een plan is, dan heb ik ook nog wel een aantal plannen. Een dijk voor de kust, de Noordzee droogleggen. Eigenlijk heel veel ingenieurs denken wat er ook nog leeft en wat er ook is. Waar ik het niet altijd mee eens ben, maar het zijn wel initiatieven die zeggen van ja, oké, we willen heel graag meehelpen en bijdragen. En wij hebben ook ideeën vanuit verschillende, vanuit onze eigen expertise. En dan zijn er de sceptici.
En de sceptici, ja, dat is misschien wel de lastigste club. Dat zijn natuurlijk de mensen die zeggen van, ja, klimaatverandering. Ja, sorry, maar het klimaat verandert helemaal niet. Of het klimaat verandert altijd, maar niet in de mate zoals jij die nu uitlegt en verbeeldt. Dus wat je hier doet, is eigenlijk alleen maar het bang maken van mensen voor je eigen winst. Nou, dat is best wel schokkend als mensen dat zeggen natuurlijk. Ik denk dan alleen maar zelf van, ja, oké, niet nadenken over de toekomst is eigenlijk je kop in het zand steken. En het probleem is, op het moment dat we zeker weten hoe en of en hoeveel het klimaat verandert, dan zijn we eigenlijk te laat. Want het is net een olietanker, die kan je niet zeg maar zomaar bocht omsturen. Dan moet je heel langzaam bij gaan sturen en duurt heel erg lang. Dit zal ik heel even overslaan, door naar mijn laatste slide. Het mooie is, ondanks de kritiek die het ook gekregen heeft, dit verhaal, en soms niet altijd even goed begrepen werd, heeft het wel zijn effect gehad, want wat je eigenlijk zag is dat er een half jaar later ineens een hele hoos aan dit soort plannen voorbij kwam. Vanuit Wageningen Universiteit, vanuit Delft, vanuit andere architectenbureaus, vanuit verschillende overheden. Met andere woorden, er gebeurde ineens heel erg veel. En ieder van deze scenario's legt het, zeg maar, het accentpunt op een andere plek. En Wageningen zegt veel meer van, ja, Wageningen heeft eigenlijk een plan gemaakt, dat is een soort van plan A. Dus wat ik beschreef als plan A, dat zie je daar aan de rechterkant, een hele groene toekomst voor Nederland. Wat er nu gebeurt, is dat de Delta-commissie, dus die commissie van wijze mensen die jaarlijks zeg maar, met een flinke pot geld nadenken over hoe we Nederland waterveilig maken en houden, serieus vier sporen aan het verkennen is. Aan de hand van onder andere dit scenario. En het spoor is de dijken blijvend versterken. Ander spoor is een nieuwe dijk maken voor de kust, voor deze kust zelf. Derde spoor weet ik even niet meer, misschien dat iemand in de zaal dat weet. En het vierde spoor is meebewegen. En dit verhaal valt onder meebewegen. Volgende week moet ik dit eigenlijk... voor de Delta-commissie nogmaals presenteren. Maar wat ik eigenlijk al heel erg interessant vind is, ondanks dat niemand ons opgebeld heeft en gezegd heeft van, jongens, kunnen jullie dit even uitwerken voor heel Nederland, dat er toch wel het een en ander lijkt te gebeuren. En ik heb het vermoeden dat mijn tijd op is. En dit was mijn verhaal. Dank je wel. Ja, voorlopig, hè? Want na de pauze komen we terug. Hè? Want degenen die kunnen allerlei vragen stellen, ook sceptici, maar misschien ook mensen die het prachtig vinden. Ja. Hè, boven het C-niveau. Ja. Maar na de pauze komen we erop terug. Oké. Okay. Ja, en dan is nu even de vloer voor de tweede spreker. Dus ik probeer als ik de kans krijg, als ik in de buurt ben, wel altijd even te gaan kijken hoe het erbij ligt. We zijn nu bij de standmotor. Daar doen we onderzoek naar duinvorming. En ik zal je meenemen om daar wat meer van te laten zien. Wat heeft deze zandmotor eigenlijk met zeespiegelstijging te maken, vraagt zich misschien af. Dit is eigenlijk een manier om de duinen zichzelf te kunnen laten versterken als waterkering. Want de duinen beschermen het grootste stuk van Nederland eigenlijk tegen overstroming vanuit zee. En het idee is dat de duinen die kunnen eigenlijk meegroeien met de zeespiegel als er maar genoeg zand is. Dus nou, hier zien we om duinvorming te stimuleren. Maar vooral eigenlijk waar het de zee tegenhoudt. Maar we zien ook dat van nature, als er vegetatie groeit, krijg je ook duintjes. En daar op het midden staat een mast waar camera's in hangen van ons. En die kijken rondom. Onder andere ook naar het zandtransport door de wind wat aan het oppervlak optreedt. We weten niet tot hoeveel, welke snelheid van zeespiegelstijging dit aan kan. Dat is een van de dingen waar we onderzoek naar doen. Kleine Wijnberg.
Nou, je bent hier hoogleraar, hè? Aan de Universiteit Twente. Hoe ben je daar zo gekomen? Wat heb je gedaan ervoor? Om even dezelfde vraag te stellen. Ja, nou, ik ben uiteindelijk... Ja, hij doet het ook als het goed is. Ik ben oorspronkelijk opgeleid als fysisch geograaf. Dus geen civiel ingenieur. En als fysisch geograaf leer je eigenlijk hoe het aardoppervlak verandert. Dus hoe landschappen zich vormen. En ik ben me daar in kustensystemen gaan specialiseren. Dus dat is hoe golven, stroming, wind, kusten veranderen. En ik wilde graag die kennis wel toepassen. Dus in de loop van de tijd en plekken waar ik gewerkt heb, ook bij Deltares, ben ik met civiele techniek beland. Waar ik nu eigenlijk vooral bezig hou hoe je natuurlijke processen kan gebruiken in het oplossen van kustproblemen. Oké, okay, nou, daar hebben we alles over te horen natuurlijk. Ja. Ik zag dat filmpje nu lekker in de duinen. Dat is jouw praktijkruimte. En ik zat, oh, daar zit ik in zo'n clean room. Kunnen we niet ruilen? Nee, ga je gang. Het is jouw presentatie in de komende half uur, ja? Ja, ik werd een tijdje geleden, of een hele tijd geleden, kan ik al zeggen, benaderd over dit onderwerp. Naar aanleiding van het plan van zeespiegelstijging 6 meter, plan B, hoe kan het eruit zien? Nou, het werd in de vorige presentatie wel duidelijk dat het ook vooral een concept is. Dus niet per se dat het dit plan is, maar mij was wel eens gevraagd van, nou, reflecteer eens op, als je vanuit de wetenschap naar dat plan kijkt, ja, zou het kunnen? Ik ga me vooral op die natuurlijke kant van het systeem richten. En ik gaf net al aan, van ik hou me dus bezig, ook met de groep die ik heb en mensen die daar werken, van hoe kun je met natuurlijke processen iets doen aan bijvoorbeeld de hoogwaterveiligheid. Er werd al gezegd dat de duinen, het grootste deel van Nederland wordt door duinen beschermd tegen overstroming uit zee. We doen onderzoek, dat zag je in het andere filmpje, met de nieuwe manier van veel zand voor de kust brengen, waarmee uiteindelijk de duinen groeien. Maar we zijn ook, als je dat meer voor verstedelijkte kusten wil doen, ja, daar staan er ook allemaal bebouwing op, die duinen. Dus hoe moet dat? Dus we werken nu ook in onze nieuwere projecten samen met landschapsarchitecten. En dan merk je eigenlijk ook van dat je als wetenschapper toch wel een andere insteek hebt als je naar een probleem kijkt. En ik was een keer op een symposium en daar werd dit eigenlijk gezegd van, ja, een landschapsarchitect, die kijkt vooral hoe kan het eruit zien? Hoe ziet dat beeld eruit? En dat je vanuit de wetenschap of een ingenieur, ja, die moet zeggen, kan het wel? Of werkt het wel? Of die moet zorgen dat het werkt of dat het er komt. Dus ik ga nu vanuit, we hebben net die visie gehoord van hoe zou het kunnen zijn en hoe, daarover nadenken. En ik pak een beetje die andere bril van, ja, kan het wel werken? Kunnen we daar wel komen? Dus dat is de insteek voor de komende vraag. Dus nou ja, vanuit de wetenschap, als we naar gaan kijken, ja, je kan je heel veel vragen stellen als je dat plan ziet. Van, nou ja, weten we eigenlijk überhaupt wel hoe Nederland er met 6 meter zeespiegel uit zou zien? Kan zo'n type landschap als van plan B, kan dat eigenlijk wel? En ja, het is een momentopname over 200 jaar. Kunnen we daar eigenlijk wel komen van waar we nu zijn? En hoe gaat het dan daarna verder? Of is er nog een terugweg als we eenmaal die weg inslaan van alles onder water laten lopen? Ja, zo kan we doorgaan. Ik ga ze niet allemaal behandelen, maar dit is wel een beetje de manier waarop ik naar dat plan heb gekeken. Bekend plaatje inderdaad. Er wordt wel nagedacht over hoe moet dat nu. Die zeespiegel stijgt, dat doet hij al lang. En de vraag is natuurlijk hoe snel dat allemaal gaat. En wanneer dan zo'n hogere zeespiegelstand bereikt wordt. Maar die opties zijn inderdaad 4. Ik laat de plaatjes kort zien. De eerste zijn gewoon beschermen, waar we nu zitten. En dan in die zin doorgaan, dat werd net ook gezegd, meer de benadering van dijken. En als we naar die linker kijken, beschermen open, is het vooral van we maken de dijken hoger. Maar we laten de rivieren nog wel in zee uitstromen, maar er moeten wel hele hoge dijken langs. Want ja, als die op een niveau van 6 meter hoger dan nu moeten uitstromen, dan moeten die muren, die dijken daar langs ook wel zo hoog zijn, anders stromen ze gewoon alsnog over. Er worden een soort badkuipen, die zijn er nu al, maar die worden steeds dieper. En de andere is beschermen gesloopt. Die zegt, ja, al die extra dijken verhogen, we kunnen ook zeg maar een soort grote muur om Nederland nog hoger maken, maar dan kunnen die rivieren niet meer uitstromen, dus dan moeten we dat er allemaal uit gaan pompen. Dat zijn oplossingsrichtingen. Dit is niet een plan, maar een richting waar je aan zou kunnen denken. En de andere zijn zeewaarts, die werd ook al genoemd. Van het zeggen van ja, maar we kunnen ook voor die hoogwaterbescherming, als we naar verder zeewaarts dingen gaan aanleggen, waardoor we onze huidige kusten kunnen blijven beschermen. Of, ik ga een beetje vooruit. Ja.
deze. Ik wou het knopje meebewegen, is het andere schema. En dat gaat er dus meer over, we gaan niet tegenhouden, maar we gaan meer meebewegen met die ontwikkeling. En daar past inderdaad het plan bij plan B. En ik heb hier dit plaatje overgenomen. Dit is zo'n plan B, daar zitten steden en wegen in. Dat is heel integraal. Maar ook van als ik krijg, nou ja, waar zit mijn expertise dan? Die zit vooral natuurlijk op natuurlijke systemen. Dus waar ik het op wil richten is meer van, kan zo'n systeem met, hè, hier zo'n, meer zo'n kustbarrière met duinen en zo'n binnenzee of lagune, rivieren die hier vrijelijk uitstromen. Ja, hoe kijken we er tegenaan wat we vanuit de wetenschap weten over kustsystemen en riviersystemen? Nou, ik ben, kunt u ook doen, Google Earth, je gaat wat rondkijken. En je vindt inderdaad wel systemen, dus in Amerika, Polen, Venezuela, wat er een beetje zo uitziet, een lagune met een soort kustbarrière ervoor. Hè, dus dit soort systemen bestaan. Nou is wel de vraag, zijn die gevormd met zo'n snelle zeespiegelstijging? Nou, ik weet het niet van al die systemen, maar vaak is dit niet uit een soort overstromingssituatie ontstaan, maar uit eigenlijk dat er een hoop zand beschikbaar is, dat er goede golfwerking is die in feite dat zand als een soort barrière opwerpen. Maar op zich, het betekent wel dat dit soort systemen kan bestaan. En ik vond er nog één, die vond ik leuk om te laten zien. Eigenlijk hebben we misschien al een soort plan B ergens liggen. Het is iets meer naar het noorden, dus er ligt ook ijs. Hè, met zo'n veel open systeem, rivieren die hier doorheen lopen. Maar goed, eigenlijk, hè, dus zo'n systeem, een landschap wat er een beetje uitziet als dat plan B. Ja, in principe zien we dat wel, dus misschien kan het wel, maar dan is die vraag van het Nederland van nu, kunnen we daar dan naartoe komen? He, van de, ergens gezocht, he, hier een beetje zo'n barrière met een lagune erachter. Ja, die zeespiegel gaat stijgen. Je hebt altijd al stormen, maar nu met hogere waterstanden alleen al. Wat doet dat met zo'n barrière? Nou, als we dan in de wetenschap zijn van, ja, wat doet dat dan? Dan eigenlijk gaan we vaak terugkijken van, wat weten we uit het verleden? Kunnen we daar iets uit leren wat ons wat zegt over de toekomst? En dit is bijna 6000 jaar geleden. Toen stond de zeespiegel zo'n 5 meter lager. En dan zijn er reconstructies gemaakt van hoe het landschap er toen uit zou zien. Paleogeografie heet dat. Ik ga niet alles uitleggen, maar eigenlijk wat belangrijk is om op te letten, zijn, hier heb ik ook hier een beetje de groenige kleuren. Dat is gebied wat overstroomt gewoon door getij, eb en vloed. Af en toe een storm, waar het, he, normale stormen, dat het onder water loopt, het land. En veengebieden. Dus het bruine hier, dat zijn veengebieden, dat is moerassig land. En dit, hè, dat zijn allemaal die gebieden een beetje Waddenzee-achtig, kwelders, schorren. Dat gebied, 6000 jaar geleden. En we zien, dit is de huidige kustlijn. Dus dat lag wat verder landinwaarts dan onze kust nu ligt. Is misschien al veel betekend. De zeespiegel was lager, maar onze kustlijn ligt nu ergens anders. Land verder zeewaarts. Nou, dan ook eigenlijk nog even het gegeven zeespiegelstand en waar die stond. Eigenlijk, hè, die 5 meter is een beetje een soort gemiddeld getal wat ik hier noem. Want zeespiegelstijging, eigenlijk gaat het om, uiteindelijk om relatieve zeespiegelstijging. Hoe staat de zeespiegel ten opzichte van het land? En het landoppervlak beweegt ook. Dat is heeft deels te maken, hè, na het einde, zo'n 10.000 jaar geleden is de laatste ijstijd hier afgelopen. Dat smelten van ijskappen begonnen. Hele snelle zeespiegelstijging en we zitten nu in een stuk waarin dat heel erg afgevlakt is. Maar toen dat landijs dus wegging op Noorwegen, overal lag daar gewoon ijs wat weg is. En dat, er is eigenlijk nog enorm gewicht af, net als die waterbak. Als er een enorme massa ijs ligt, dat is een bevroren water, dat drukt de aardkorst gewoon in. En die aardkorst onder, zeg maar, dat gebied van Noorwegen en Noordelijke, die komt gewoon omhoog. Dus daar hebben ze relatieve zeespiegeldaling. Die komen steeds hoger boven de zee te liggen. Nou, Nederland ligt net een beetje op zo'n kantelpunt. Dus er zijn stukken die nog een beetje omhoog komen, maar er zijn ook stukken die dalen. Want als het ergens bij de Polen meer omhoog gaat, dan stroomt daar dus in die ondergrond wat naartoe. Dus ergens anders gaat het omlaag. Er is ook compactie van veen en slibbige afzettingen. Dus eigenlijk punt is van, ja, die zeespiegelcurves zijn niet overal gelijk. Er zitten ook gewoon op de schaal van Nederland verschillen in. Dus het is allemaal niet zo absoluut, die getallen. Je moet
De loop gaat ook nu binnen Nederland, is ook vorig jaar gestart, om zeespiegelstijgingen in Nederland, om dat veel dieper ook te gaan bekijken hoe dat nou regionaal allemaal zit. Goed, gaan we dikke 2000 jaar verder, is de zeespiegel zo'n 300 meter extra omhoog gekomen. We zitten nu hier, en ik zeg ongeveer, want hè, we zien er zit best wel wat spreiding in. En dan zien we dus, de zeespiegel is omhoog gekomen, maar we zien dat de kustlijn eigenlijk wat verder zeewaarts is komen te liggen. Daar hebben zich strandwallen ontwikkeld en duinen. Er lag gewoon veel zand en er was aanwezig van de oude, vanuit die ijstijden lagen daar ook rivieren, smeltwater, er ligt heel veel sediment. En die golvenwerking die er was, die brengt dat allemaal langzaam naar de kust toe. Als er normale golfcondities zijn, dus niet de hele grote stormen, dan brengen golven zand naar de kust toe. Dus we zien de kust bouwde uit en in die, zeg maar, wat eerst nog zo'n intergetijdengebied was, waar met getijd water steeds op neerkomt, dat is eigenlijk helemaal met veen dichtgegroeid, dat moerassige. Dat is overigens ook een van de redenen waarom het daar nu veel lager ligt, maar daar kom ik zo op terug. Dus eigenlijk een belangrijke soort even een les uit wat we hier zien. De zeespiegel is omhoog gekomen, maar de kust is uitgebreid. Dus het is niet per definitie zo dat zeespiegelstijging kustachteruitgang betekent. Maar het is wel goed om te beseffen dat de zeespiegel ging steeds langzamer omhoog. Dus het misschien niet echt vergelijkbaar met het versnellen. Dat zou weer anders kunnen zitten. Gaan we weer een dikke 2000 jaar verder. Toen was er dus ongeveer nog een meter bijgekomen. En dan wat opvalt, ik zal even teruggaan. Dan gaan we naar dit zuidelijke hier kijken. Was veen, was gewoon land. En nu is dat een heel groot intergetijdengebied geworden. Nou, wat is er dan eigenlijk opeens zo gebeurd, dat het nu dan gebeurde? En dat is eigenlijk de invloed van de mens. Want in de Romeinse tijd is men veen gaan afgraven daar, ook voor brandstof, allerlei gebruik. En als er eenmaal dat veen afgegraven werd, kregen de golven eigenlijk meer vat op die gingen dat veen afslaan. Dus dat heeft die afgegraven stukken, is eigenlijk doorgezet naar een veel groter gebied dat is afgeslagen. En nou, even een soort impressie waar je misschien aan kan denken. Dus die laten eigenlijk zien dat menselijke invloed misschien nog wel eens veel meer invloed heeft op waar dan een kustlijn ligt. Nou, ook even in die lijn voortzettend. Dit is een tijdsas, dus ongeveer 1000 jaar. We zitten nu hier, als we 1000 jaar terugkijken. Hier staat de zeespiegelstand ten opzichte van vandaag ongeveer uitgezet. En 0 is nu vandaag. En dit is dan 2 meter lager, 2 meter hoger. En als we dan die blauwe lijn, is ongeveer wat de zeespiegel deed. Dus die komt omhoog. Maar wat ook opvalt, het landoppervlak is echt veel harder omlaag gegaan. Daar praten we wel, die is 5 meter gezakt als we over West-Nederland praten. Want wat gebeurde daar? In die veengebieden wilde men wonen. Daar werd al gezegd, werden dijkjes. Nou, nog veel eerder dan ik wist, begon men al met dijkjes aanleggen. Maar eigenlijk is het beter om de afwatering te verbeteren. De schultjes graven, dat water gaat eruit. En veen heeft als eigenschap, als het ontwatert, dus als het droogt, dan klinkt het in. En het komt niet, het is geen spons die weer opzwelt als er water bij komt. Drooggevallen veen, als dat inklinkt of het oxideert, zeggen we dan, dan wordt het lager. Dus het kwam lager te liggen, dus werden wat hogere dijkjes gebouwd. Het bleef nog steeds ontwaterd worden, dus die bodem bleef maar zakken. Dus in die veengebieden geldt dat dus. En op een gegeven moment ging het ontwateren vanzelf niet meer zo, want het was al behoorlijk laag komen te liggen. Maar ja, toen werd de windmolen bedacht. En later steeds betere windmolens en gemalen, stoomgemalen. Dus we werden heel goed in dat water wegpompen. En het land bleef maar zakken, tot we gewoon onder de zeespiegel kwamen. En toen moest er wel gemalen worden. Want als je dat niet deed, dan komt gewoon door de grond het zeewater naar binnen feitelijk. Want het staat natuurlijk in het grondwater, de zee en het grondwater staan natuurlijk gewoon in verbinding. Dus als dat zeewater hoog staat aan het land, dan komt het feitelijk uit de bodem. Komt het omhoog, het mengt met het zoete grondwater, dus het wordt brak. Maar als we stoppen met pompen in onze polders, dan staat ze gewoon vol water. Maar eigenlijk hier is ook een beetje beeld van eigenlijk weer die menselijke invloed. Die is in die westelijke gebieden eigenlijk veel groter geweest dan die zeespiegelstijging. We hebben eigenlijk al zo'n relatieve zeespiegelstijging. Die is hier veel groter geweest dan die 1 meter die echt de zeespiegelstand zelf ongeveer heeft gemaakt in die tijd. Dit nog een plaatje om dat te laten zien. De Nederlandse molens hier. Dit is een van de boezems. Dus water wordt uit. Dit is een
Dat is zo'n veengebied, dat wordt hier naartoe gepompt en uit die kanalen kan het de rivier in en afgevoerd naar zee. Maar dit is veengebied wat dus ooit op deze hoogte ongeveer lag. Maar dit is gewoon allemaal ingeklonken. Dat is die inklinking van het veen. Daarnaast zijn we dus ook veenwinning in de gebieden, zijn daar zeg maar, ook grote plassen ontstaan die ook weer door de golfwerking gewoon gingen afkalven. Wilde men eigenlijk ook niet, dus die zijn droge malen, ook met molens en nu met gemalen. En dat heet de droogmakerijen. We zijn land gaan aanwinnen waar we eigenlijk een dijk hebben neergelegd en ook het water eruit gepompt. Dus eigenlijk was West-Nederland al een soort plassengebied, maar dat hebben we allemaal droog gemaakt. Dus eigenlijk heeft de mens enorm veel invloed op het landschap. Dat zegt van Nederland, Nederlanders hebben Nederland gemaakt. Nou, dat is hier een illustratie, zien we. Nou, als we nu ook kijken, er werd gezegd van nou, misschien kunnen we zo'n plan waarin alle dijken weg zijn. Nou, als het goed is te kijken wat de situatie nu is, de dijkrinnen, en daar horen ook duinen horen daarbij. Dus het zijn eigenlijk de gebieden die door waterkeringen omsloten zijn om ons te beschermen tegen overstroming. Dat gaat om 55% van Nederland moet beschermd worden tegen overstroming. En daar zit 26% van onder NAP, net een iets ander getal. 29% in die 55%, zeg maar 50-50 van dat gebied. Het ene gedeelte ligt al onder NAP, dus dan moeten we sowieso het waterpeil beheren. En die andere stukken die liggen nog wel boven zeeniveau, maar ja, er zijn af en toe stormen waardoor het water stormvloeden, dan komt dat water omhoog op zee. De rivieren hebben hoge afvoeren, dus eigenlijk, als ik deze lijnen kijk, is dat ongeveer wat het plaatje van terugtrekken was. Eigenlijk is dat nu al, als we alle dijken weghalen, zijn dat al gebieden die ook in de situatie nu kans maken, onder de kansen die wij dan in Nederland als aanvaardbaar zien, dat er overstromingen kunnen zijn. Dus ook als we 200 jaar verder zijn met 6 meter zeespiegelstijging, zullen we ook rekening moeten houden dat als er dan stormen zijn met extreme condities, dan kan het water alleen al tijdens zo'n enorme storm ook makkelijk 2-3 of heel extreme gevallen 4-5 meter omhoog komen. Dus dat zou er eigenlijk ook nog eens bij moeten komen. Goed. Dus ja, kunnen we daar dan, als we dit kijken, die dijken weghalen, betekent al wat. Maar kunnen we vanuit het nu naar die situatie komen met zo'n zandige kustbarrière die zo'n rustigere binnenzee erachter heeft, die een beetje op een Waddenzee lijkt. Nou, ik heb hier plaatjes, als we gewoon stormen hebben. Dit is aan de kust van Amerika, zo'n orkaan geweest. In 2012, en daar heb je eigenlijk dat soort barrière-eilanden liggen. Dus dat was eigenlijk het eerste plaatje wat ik liet zien. Nou, en dan slaat er zo'n heel stuk van die duinen af. Hier is wel wat blijven liggen, en dit zijn wel wat kleinere duinen dan in Nederland, zeg ik erbij. Dit is een voorbeeld van berg aan zee, maar dat slaat ook gewoon af. Dus houdt dat eigenlijk stand? Nou, als we dus kijken, konden we nou wat van dat verleden leren? Hier heb ik de zeespiegelcurves ook gezet. Hier staat de tijd. Dit is het heden en dit is 9000 jaar geleden. Dit is dan het gemiddelde zeeniveau ten opzichte van de NAP. Nou zien we weer verschillende curves voor waar je in Nederland zit. Of hier ook de Duitse bocht. Dus dan zitten we hier en België erbij gezet. Van nu naar 2200 moeten we ruim 3 meter per eeuw gemiddelde zeespiegelstijging. Die is misschien in het begin wat minder, maar daarna zou het harder gaan volgens die voorspellingen. Dat is eigenlijk ongekend. Als we kijken naar de laatste ijstijd zien we zo'n versnelling eigenlijk niet. Dus ik mag een beetje sceptisch zijn. Het is wel heel snel. Maar goed, het is een extreem. We mogen erover nadenken. Dat is goed. Maar het is wel extreem. Dus eigenlijk naar het verleden kijken kunnen we niet zoveel mee. Dus wat moeten we dan? Ja, dat is eigenlijk meer in het nu kijken van wat weten we van processen die zo'n barrière vormen of afbreken of weer herstellen. En hier ga ik het meeste nog over zeggen. We hebben ook wat over wat doen als we die dijken weghalen, wat doen rivieren dan eigenlijk? Of wat doet zo'n rivier die in zo'n binnenzee uitstroomt? Nou, daar laat ik even een paar impressies van zien. Eigenlijk weten we van rivieren, van nature, in een laaglandgebied als Nederland, die verleggen de hele tijd hun loop. Ze liggen nu al in veel gebieden vanwege de dijken liggen en de uiterwaarden die hogen wel op. Want zo'n rivier neemt slip en zand mee. En als de uiterwaarden onder water staan, dan slipt dat op. Dus eigenlijk liggen die rivierbeddingen en die uiterwaarden liggen op sommige plekken gewoon hoger dan de omgeving.
Dus haal die dijken weg, dan zal die rivier waarschijnlijk wel zijn loop gaan verleggen als we niks doen. Dus, maar hoe dan precies, dat durf ik dus niet te zeggen. En ook, er is ook een impressie van een ander gebied. Dicht bij de rivieren is ook natuurlijk, dat heet de oeverwallen. Daar is het wat hoger, maar daarnaast liggen de komgronden. Dus een drassig gebied met wat hoger, dat zijn de kreekruggen wel, maar... Wat ook is, als een rivier in een watervlakte uitstroomt, dan neemt die stroomsnelheid af en al het sediment wat ze meeneemt, dat zakt uit. Dat wordt een soort binnendel. Dus hoe zou dat dan eigenlijk allemaal gaan? Dat is een hele interessante vraag waar ik niet het antwoord op kan geven. Maar dit is even die eerste gedachte. Als we dijken weghalen, gaat dat ook allemaal spelen. Dus ook of die boten over de rivieren, wat die lopen gaan doen. En of die eigenlijk nog wel naar Rotterdam gaan, wie weet. Dus ik ga me nu wat meer richten. Mijn expertise zit vooral in die kustsystemen. Dus zou die kustbarrière is toch wel vrij belangrijk onderdeel om die binnenzee te kunnen hebben. Nou, en dan is eigenlijk een vrij basaal principe voor kust. Zeggen we, of een kust iets op zijn plek blijft liggen als het een kust uit sedimenten is. Als de vraag naar sedimenten om hem op zijn plek te houden in balans is met hoeveel er aan aanbod is. En dat aanbod kan zijn omdat golven het vanuit zee naar de kust brengen. Er is een rivier die zand aanvoert. Als dat in evenwicht is met een stijgende zeespiegel, is er extra zand nodig om dat op te houden. Als dat eigenlijk in balans is, blijft die kust grosso modo wel op zijn plek liggen. Het is nog steeds dynamisch, maar blijft liggen. Als er meer zand aanwezig is dan er nodig is om zo'n zeespiegel bij te benen, dan kan dat uitbreiden en dan is het andersom. Dan trekt hij terug. Dat is eigenlijk een heel basisprincipe achter wat doet een kust als er zeespiegelstijging is. En eigenlijk moeten we weten hoeveel sediment is er dan beschikbaar. En kunnen die processen, die natuurlijke processen, dat dan verplaatsen. Nou, eigenlijk in een soort vogelvlucht, wat doen golven? Eigenlijk vooral dan de golven met zand bij de kust. Ik ga ze niet allemaal langs. Maar even grosso modo, eigenlijk om het zand naar de kust te krijgen. Golven die dichter bij de kust komen, die maken eigenlijk een soort op- en neergaande beweging in de stroming dicht bij de zeebodem. En dat gaat net wat harder naar land toe dan het terugstroom. Dus netto gaat er onder normale golven, wordt de zand lekker naar de kust eigenlijk gebracht door die golven. En als dan op strand, dan komt het op te liggen en je hebt getij, dus dat strand loopt af en toe onder en dan is het weer droog. Als het genoeg waait, kan de wind daar dat zand oppakken en die waait dat land inwaarts. Als er vegetatie staat, groeien daar duinen. Maar dan kan er ook een storm komen. En als een storm komt, de golven worden hoog, maar wat vooral ook belangrijk is, komt het zeeniveau komt omhoog. En dan kunnen die duinen. En die golven kunnen op die duinen aanvallen en die kunnen een stuk van die golven van dat duinzand weer richting zee brengen. Of als de duinen wat aan de lage kant zijn, dan slaat het over en dan wordt het zand eigenlijk aan de landwaartse kant ergens neergelegd. Dus dat is in dwarsrichting wat er gebeurt. Nou, er stroomt ook zand langs de kust. En dan is het ook wel als er wat meer aangevoerd wordt dan afgevoerd, dan hebben we eigenlijk ook kustuitbreiding en andersom zou het achteruit gaan. Daar laat ik het nu even bij. Dus dat is de golven brengen, kunnen zand naar de kust toe brengen, maar ook weghalen. En dat is wat ik hier nog een keer in een kustdwarstekeningetje heb gezet. Dit is een duin, hier hebben we het strand, en hier komen we onder water. En wat we dan zeggen, strand en duinen noemen we een zanddelend systeem. Dus er zit een hoop zand opgeslagen in de duinen. Als er dan een storm is met golven, dan kan dat hier afslaan en dan komt het voor de kust te liggen. Dat ziet er dan heel dramatisch uit, maar eigenlijk normaal gesproken bij een kust die min of meer in evenwicht is, is dat niet zo erg. Want in die tussentijd, als het weer wat rustiger is, die golven brengen dat zand gewoon weer naar de kust, de wind waait het de duin in. Dus als dat in balans is, als de stormen elkaar niet te snel opvolgen en het gegeven windklimaat wat je hebt, dan groeien die duinen, dat herstelt zich vanzelf. Dus duinen zijn eigenlijk zelfherstellende waterkeringen, wat eigenlijk heel mooi is. Maar dat gaat vanuit dat er genoeg zand is. Dat is wel een balans. Nou, hier wat plaatjes. Dus dit, zo, het kan afslaan. Dat als het hier tegenaan slaat. Als de duin niet zo hoog is, kan het er, of de zeespiegelstand heel hoog. Dan gaat het er overheen en dan wordt dat zand landwaarts
verplaatst. En dan is het dus van, ja, is dat erg? Nou, niet als de wind dat terug kan brengen. En dan geef ik hier even heel snel een beeld van. Oeh, niet zo snel. Ja. In het begin, hier zien we een beetje van die beginnende duinvorming. Als er afslag is, als het strand heel breed is, er groeit vegetatie, zien we overal kleine duintjes vormen. Dat kan ook weer tot weer een soort duinerij aangroeien. Maar ook als we verder gaan, dan zo'n voorduin, wat we eigenlijk zien, dat is gewoon een dynamiek van het systeem. Zo'n voorduin, dus dat is zo'n eerste duinerij als je vanuit de zee kijkt. Dat is terugkoppeling tussen die wind. Als er een wat lager deel is, waar niet zoveel vegetatie staat, dan kan het krijgt een blow-out, een soort stuifgat worden. Dus dan gaat de zand landinwaarts blijven. Dus ook de wind kan zand verder landinwaarts brengen. En dat gaat dan tot het strand heel nat is. Dat heet dan een deflation basin. Dan is het zand zo nat dat eigenlijk de wind het nauwelijks weggeblazen krijgt. Dus dat gaat allemaal landinwaarts. En dan denk je, oh, er zit een gat in de duinen. Maar eigenlijk zijn die terugkoppelingen zijn zo dat in een situatie waarin het strand een evenwicht is, vult het eigenlijk, gaat het op een gegeven moment ook gewoon weer dicht. En dat kan te maken hebben met een periode waarin toevallig wat minder stormen zijn. Goed klimaat, dat vegetatie daar. Als er veel neerslag is, dus weer wat zoeter water, kunnen bepaalde vegetatiestypen sneller. Dus dan gaat het weer dicht. Nou, die uitblaasgaten, dat kan er zo uitzien. En hier heb ik een grafiekje. En het is vrij lastig, maar ik ga niet de details doen. Eigenlijk wat u moet weten is, deze as geeft aan of er het sedimentbalans voor het strand, is die positief of negatief? Als hier zitten we, dan komt er eigenlijk meer zand op het strand dan er weggaat. En als we deze gestippelde lijn naar hier gaan, hier zeggen we, hier erodeert het strand, want er gaat meer zand vanaf dan erbij komt. En die bruine dingen gaan over, hoe zien de duinen er dan uit? Dus op een eroderend strand of een aangroeiend strand. En eigenlijk begin ik hier met u, dat is de huidige situatie. We hebben eigenlijk een kust die we in evenwicht houden, ook met suppleties. Waar het achteruit gaat, doen we er eigenlijk strand bij in Nederland. Kijk, van zo'n type duinkust, eigenlijk vrij rechte duinen, aaneengesloten. Hier volgt een nieuw ruggetje, maar wat nu is, van die zeespiegel gaat stijgen. En dan gaat wat we zien eigenlijk, dat er kusterosie gaat optreden. En dan komen meer, dat is zo'n soort omslagpunt. Als we dan naar eroderende duinen gaan, kan het ook omslaan. Dan gaan die stuifgaten belangrijker worden. Dus het is geen rechte duinerij meer, maar het blaast door. Dus je hebt eigenlijk ook gaten waar de zee bij hoge zeestanden veel makkelijker naar binnen komt. En uiteindelijk, als we helemaal hier zitten, dus eigenlijk met een hele snelle zeespiegelstijging is dat wat te verwachten, dan krijgen we meer die overworstingen, dat er eigenlijk geen duinen meer zijn. En of dit wel of niet verdrinkt, dat is ook een vraag. Maar er zijn systemen waarbij dat zand gaat gewoon landwaarts, dus dat die barrière landinwaarts opschrijft. Dus hij blijft misschien wel bestaan, maar hij blijft niet op zijn plek liggen. En als het heel, heel snel gaat, uit geologische vragen, dus dat gaat nog veel langer terug, zegt ze, ja, die kunnen eigenlijk ook helemaal verdrinken dan. En onder water verdwijnen. Dus kom ik ook bij mijn afronding. Ja, wat denk ik dan van dat plan? En ik zeg ook, ik ben wetenschapper, dus ik ga er ook bij zeggen, ja, ik speculeer nu, want ik heb er geen onderzoek en onderbouwing onder, maar wat ik van processen weet, lijkt het mij erg onwaarschijnlijk dat bij zo'n snelle zeespiegelstijging als die meer dan 3 meter per eeuw, dat zo'n barrière stand zal houden. Omdat eigenlijk als we daar verder niks doen. Dus het zou betekenen, ja, of we moeten enorm veel kustonderhoud in de zin van dat we daar ook met zandsuppleties aan de gang gaan. En dan is de vraag, is er genoeg zand, valt dat überhaupt bij te houden? Nou, ik denk ook dat gedrag van die onbedijkte rivieren is denk ik moeilijk te voorspellen. Maar dit zijn wel, en daar wil ik dan toch eigenlijk meer naar afsluiten, en daar sluit me wel aan bij het verhaal van Erik Jan Pleijsen. Ja, het zijn onzekere toekomstscenario's en we moeten overal wel rekening mee houden. Dat adaptieve en leren herkennen van die omslagpunten is wel heel belangrijk. Waarbij ik dan denk inderdaad, het is een heel extreem scenario, we moeten eraan denken, maar ik zou het niet verstandig vinden om daar nu al meer die paden te doen, wel te herkennen of we op die route zitten. En we hebben daar ook een onderzoeksvoorstel met Utrecht, Delft, alle grote universiteiten die met kustonderzoek bezig zijn, op dat punt zitten. Dus er is wel wat gaande. We weten nog niet of we het krijgen overigens. En dan wil ik eigenlijk met deze quote afsluiten. Hij is niet helemaal van Charles Darwin, dat dacht ik eerst, maar ik kwam erachter dat iemand anders er net iets anders van gemaakt heeft. Maar die zegt ook, it's not the strongest species or the most intelligent species which will survive, but it is the most adaptable to change. En ik denk dat wel aansluit bij
Ik denk dat we heel inventief zijn en heel veel aan kunnen en hier best oplossingen voor gaan verzinnen. Ik zie het niet somber in. Dankjewel. God, wat leuk, die reis in het verleden en tegelijkertijd naar de toekomst. Hè? Ik was heel verrast toen Nederland eruit zag, hoor. Was dat 3000 jaar of nee? Meer? De eerste 6000 was 6000 jaar. Ja. Wow. Oké, okay. We gaan even pauzeren. Na de pauze zijn we terug. Tot zo. Nou, allemaal welkom terug, hè, bij de Science Café Enschede. In Concordia, een van de oudste theatertjes in Nederland. En we hebben in ieder geval geleerd voor de pauze dat dit theater blijft bestaan. Hoe hoog de zeespiegelstijging ook is. We hebben een hoop aantal vragen gekregen. Die gaan we behandelen. Helaas niet allemaal, maar we nemen daar een paar vragen. Pikken we eruit. Maar misschien even leuk. Wil jullie even op elkaar reageren of niet? Dan is dat de eerste vraag, of niet? Zullen we dat doen? Ja? Nee, ik vond het verhaal van Katelijne heel goed. En eigenlijk een soort, eigenlijk bijna een college, waarin we de hele geschiedenis van Nederland voorbij hebben zien komen. En als het gaat om zeg maar de reflectie op plan B, en dan met name de kustlijn, dan vond ik dat heel erg verrijkend, want... Ja, wat ik al vertelde zeg maar, in de presentatie is dat die kustlijn natuurlijk niet natuurlijk blijft bestaan. Hè, dat we daar ook in moeten werken en aan moeten werken om die zeg maar, tot stand te brengen. Maar met name ja, eigenlijk toch zeg maar, de morfologie dat zo'n kustlijn eigenlijk zich naar achteren verplaatst en uitdijdt. Ja. Vond ik dan toch wel weer heel interessant. En dan denk ik van, nou, weet je, dat is goede input. Want zoiets, ja. Dat kan je goed meenemen in het verder nadenken over een plan B. Het meebewegen, zeg maar, zoals die in deze vorm is neergezet. Ja. Nou, Katrin, jij had tijdens je presentatie ook al een beetje gereageerd. Hè? Is nog iets wat je zegt van, nou, dat viel mij op? Nee, ja, wat ik denk wel leuk vond, ook hè, de presentatie, er is meer een plan B. Ik ben natuurlijk ingegaan van, kan dit plan, kan dat? Maar zo gaf je natuurlijk aan, het is ook vooral om na te denken over toekomst. En in die zin heb ik ook een beetje in de dingen die ik misschien gezegd heb, om dat te triggeren geprobeerd. Misschien ook even zeggen, hè, dan word ik een beetje tegen elkaar afgezet van een architect maakt de ruimte. En ik als wetenschapper kijk of het kan, dat is natuurlijk gechargeerd neergezet. Maar, Nee, maar dat vond ik ook. Moet ik zelf ook zeggen, hoor. Vond ik ook wel leuk dat je dat expliciet ook zei. Hè, van het heet plan, maar we willen juist meenemen in de gedachten. En dat kan nu ook nog. Hè? Het mooie is, we hebben nog de tijd. Hè? Ja. Tegelijkertijd 2085, als we dat eventjes in mijn verhaal, in ieder geval in de prognose van de IPCC, 6 meter, 2085 is dichterbij dan je denkt. Wat zou nou iets opvallends, maar ja, ik had een eerdere prestatie gehoord over plan B, via de adviesraad voor de regering, maar alle kaarten waren heel anders. Toen keek je vanuit het noorden zo op Nederland en dat ben je helemaal niet gewend. Dus we zagen, welk land is dat? En dat leek Nederland te zijn. Zo... Ja, gebiologeerd ben je eigenlijk van de contouren zoals Nederland die kennen. Ja. En die contouren, ja, die gaan veranderen. Want de eerste vraag. Kunnen we iets met Doggerland? Zou dat de Doggersbank zijn? Sorry? De? Of zeg jouw Doggerland iets? Ik denk dat het bedoeld wordt, kunnen we iets met zeg maar, de ondiepte in de Noordzee? Hè? En er zijn dus verhalen die zeggen van, nou, misschien moeten we wel de hele Noordzee gewoon droog gaan leggen en inpolderen. Of moeten we daar gewoon grote dijken in leggen om Nederland te beschermen tegen de zeespiegelstijging? Dat is een van de, zou je kunnen zeggen, zeewaarts scenario's. Daar schaar ik hem heel even onder. Ik ken toevallig het plan Doggerland en eigenlijk heeft die dezelfde achtergrond als ons plan B. Namelijk het willen agenderen van de hele noodzaak om na te denken over de toekomst. Tegelijkertijd, en dat zegt de opsteller van dat plan ook, het droogleggen van de Noordzee, heeft dat gigantische consequenties. En met name op ecologisch gebied. En voor mij is dat een soort van doemscenario. Mm-hmm. Dat is voor mij een doemscenario waarin we eigenlijk onze traditie van het inpolderen en het maken van dijken zodanig opschalen dat we de hele Noordzee gaan indijken en daarmee zoveel schade toerichten aan de natuurlijke wereld dat het onomkeerbaar is. Lijkt me ook het einde van de Brexit dan. Ja, want het is één land geworden. Maar volgende vraag.
Sociaal gezien wordt het natuurlijk een drama. Heeft u in plan B ook een hoopvol verhaal? Hoe een dergelijke grote verhuizing kan verlopen? Kijk, heeft u dit plan in opdracht gemaakt? Vraagteken. Nee. Heeft u het voor betaald gekregen? Dat is eigenlijk... Nee. Ja, nee. Ik zepte er heel even snel overheen aan het einde, omdat ik in wat tijdnood kwam. Maar zeg maar, heb ik ervoor betaald gekregen, is een van de meest gestelde vragen door mensen die... Is dat zo? Door mensen die niet helemaal vertrouwen wat de achtergrond van het verhaal nou eigenlijk is. En denk van, ja, daar moet iets achter zitten wat niet helemaal pluis is. Wij hebben dit verhaal zonder externe budgetten opgesteld. Hè? Dus het komt helemaal vanuit ons eigen gevoel voor noodzaak komt dat vandaan. Vanuit ons eigen engagement en betrokkenheid. Dat is één. En ten tweede, ja, dat het natuurlijk een gigantische transitie is. Dat is natuurlijk, dat snap ik maar al te goed. En de manier waarop we dat nu proberen om daarover na te denken, om te kijken van ja, zit daar dan iets positiefs in, is om te bedenken van ja, plan B moet eigenlijk iets zijn waar je naartoe wil. Je wil daar onderdeel van zijn. Met andere woorden, we willen eigenlijk dus een Nederland onderzoeken en presenteren wat beter is dan het Nederland wat we nu hebben. En tegen de tijd dat plan B eigenlijk, zou je kunnen zeggen, in uitwerking gaat, over die hele lange tijd, wordt dat een fysieke beweging, maar het wordt ook eigenlijk een sociale beweging. Je wil onderdeel zijn van dit verhaal om naar het oosten te verhuizen en daar een nieuw Nederland op te bouwen. Ja. Dus op die manier, zeg maar, proberen we daarover na te denken. De grap is, als ik nog heel even mag uitweiden over deze vraag, is dat er plan B is ook door een samenwerkingsverband van 5 musea, zeg maar, overgenomen om daar een tentoonstelling omheen te organiseren, waarin schilderijen uit de Gouden Eeuw worden laten zien van hoe wij vroeger met water omgingen, maar ook hoe we dus in de toekomst met water omgaan. En daar hebben zij voor 5 locaties, Harlingen, Gouda, Zutphen, hebben ze laten zien wat, zeg maar, de positieve kanten zijn van dit verhaal voor de samenleving. Ja, okay. Ik zou het zeggen, hartelijk aan te raden om dat eens uit te checken. Om dat keer dat te zien. Ja, ja. Nou, omdat het met name ik denk ook wel goed is op de website van Science Café, hè, dat we koppelen, dat we dat aan ook geven. Hè. Dat vind ik ook wel leuk. Maar ik wil even een bruggetje slaan, want je zegt van nou, hè, we hebben dat gedaan, als een soort vooruitzicht en zo. Hè. Het gaat ons er ineens om dat het een betaalde opdracht is of niet. Maar jij doet nou de wetenschap, maar dat is toch, is dat lastig om bijvoorbeeld bij de Nederlands wetenschappelijk onderzoek geld te krijgen voor jouw type onderzoek? Want het is ook, gaat zo vaak over nieuwe technologieën of de sociale, de uitdagingen die we nu hebben. Is dat lastig of niet? Om een idee te krijgen van hoe dat gaat? Zeg, het is een soort ja en nee, al het geld is een competitie. Dus we gaan ook met de onderzoekers die iets voor de pandemie en de virussen, daar zijn we mee in competitie, zal ik maar zeggen. Want er wordt wel, in je voorstellen die je schrijft natuurlijk, van ook die maatschappelijke relevantie, daar wordt ook naar gekeken. Ja, dus dan is het, dat zijn juries die daar uiteindelijk ook over beslissen, natuurlijk ook over de kwaliteit. Maar ik denk wel, als we Nederland vergelijken misschien met andere landen, dat hier dat soort onderzoek wel, denk ik dat we relatief met heel fundamenteel onderzoek die naar iets anders doen, we in een betere situatie zitten. Ja, maar we hebben wat met water, hè? Ja. Desnoods kloppen aan bij de Oranjes. Ja. Maar even, want ik zit even te denken, het Groeifonds bijvoorbeeld, dat zijn hele grote programma's, hè, dan moet je denken in honderden miljoenen. En het Groeifonds moet economisch innovatief zijn, maar ook aan dit soort effecten waar jullie aan werken. Dat past eigenlijk geweldig goed in. In hoeverre ziet de wetenschap en de praktijk, vinden jullie elkaar? Ik denk het wel. Kijk, er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd, hè, moet ik zeggen. Ook met corona. Dat heeft ook op ons bedrijf behoorlijk invloed. En dat heeft eigenlijk ons hele initiatief wel een beetje, hoe zeg je dat? In ieder geval op een pauze gezet. Alleen ik moet zeggen, het eerste wat er gebeurde toen ons verhaal viral ging, om maar even die term te gebruiken vorig jaar, waren dat de universiteiten bij ons aanklopten om te zeggen van, hey, kunnen wij samenwerken? Willen jullie met ons samenwerken? Wij hebben in eerste instantie toen een samenwerkingsverband opgezet met Universiteit Delft.
En Deltares en het Wereld Natuurfonds en een aantal andere grote partijen om dit verhaal dus verder te gaan brengen. Nou, ik zou zelf universiteiten kiezen die niet onder water lopen. Maar of juist wel. Dat er zijn. De volgende vraag. Dit was even om de volgende vraag te introduceren. Welke is de volgende vraag? Als alles onder water ligt, waar is dan de landbouw? Ja. Op drijvende eilanden? Mensen moeten toch ook eten? Nou, wat denk je? Ik kan jou wel vragen. Ja, niet dat ik hier een expert op ben, maar ik wil er wel op reageren. Dat is waar. Nou, ik denk dat in zo'n plan is ook gezegd, er kan natuurlijk andere voedsel verbouwen. Hè. Dat was meer... dat zou ook de hele manier waarop we wat voor voedsel we eten kunnen veranderen. Maar er zijn natuurlijk, het is ook van hoeveel willen we als Nederland zelf in ons voedsel kunnen voorzien of niet. Dat soort hele andere vragen komt op. Ja, je hebt ook in Wageningen gezeten, maar bijvoorbeeld de energie die nou gestoken wordt om het op zilt water daar groenten te verbouwen is enorm. Hè? Want het maakt ook geweldige progressie wat dat betreft. Ja, nee, er zijn, als ik daarop mag reageren, er zijn dus natuurlijk veel voorbeelden van landen, maar ook inderdaad van innovaties die veel meer gebruik maken van die lagunes en de zildheid daarvan. Tegelijkertijd moeten we ons ook beseffen dat het overgrote deel van het voedsel wat we in Nederland produceren niet hier op de markt überhaupt terechtkomt. Dus het meeste voedsel komt al uit het buitenland. Een flink exportland wat dat betreft. Bovendien denk ik dat landbouw in Nederland zich in een hele moeilijke situatie bevindt. Waarin eigenlijk het land wat we hebben sowieso weinig geschikt is voor het landbouw waar we dat mee plegen. Dus we kunnen eigenlijk het land wat we hebben, de polders in het westen van Nederland, bijvoorbeeld veel beter gebruiken om die bodemdaling tegen te gaan. En te zorgen voor nieuwe natuurgebieden. Wat mij betreft, eventjes... En bovendien, waar we veel te weinig gebruik van landbouw maken... Landbouw naar zeebouw. Waar we veel te weinig gebruik van maken en wat ook drijvend kan, is glastuinbouw. En glastuinbouw zijn prachtige gesloten systemen waarin we heel goed kunnen controleren wat erin gaat en wat eruit komt. Met andere woorden, de kringloop is daar gesloten. Energetisch, maar ook qua afvalstoffen. CO2 bijvoorbeeld. Dus met andere woorden, dat soort type landbouw, dat kan binnen plan B natuurlijk echt een hele grote, heel groot platform krijgen. Oké, ja, dankjewel Erik-Jan. De volgende vraag. Oh, als je ziet hoe diep oceanen kunnen zijn, kunnen we dan de Noordzee genoeg diep maken om het hele land op te hogen? Dus je schept het water uit de Noordzee. Dat zijn ook natuurlijk andere ideeën die wel geopperd zijn. Van kunnen we niet gewoon Nederland ophogen? Want als we een nieuwbouwwijk aanleggen in het westen van Nederland, wordt er eerst een paar meter zand neergelegd om de grond vast wat te laten inklinken, zodat de huizen niet meteen verzakken. Kan je ook allemaal laten liggen natuurlijk. En dan kan je ook in honderden jaren langzaam... daar kunnen vast hele mooie ruimtelijke plannen voor gemaakt worden hoe je dat wil doen. En volgens mij bestaan dat soort plannen ook wel van alles overgedacht. Moet inderdaad ergens de grond vandaan komen. Dat is natuurlijk als je zeebodemmateriaal doet. Ja, dat is niet meteen grond met de organische stoffen waar alles lekker op groeit. Dus het heeft veel voet in de aarde. Maar het zijn ook andere ideeën waar je over kan nadenken. Ja. Ja. Nou, ik zat te denken, hele hoge duinen. Maar in jouw verhaal gaf je al die duinen die... Ja, die staan niet stil, hè? Die bewegen en zo. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik was zelf natuurlijk een waddeneiland geweest, hè, waar ze net bezig waren met zand op te spuiten. Toen hoorde ik wel dat binnen 3-4 jaar is het weg. Nou is dat van de plek waar het ligt. Het zand verdwijnt niet natuurlijk, maar het ligt ergens anders. Ja. Het schuift ook op. Nou ja, als het in de duinen ligt, bijvoorbeeld bij Texel, ik weet niet of het daar was toevallig, daar wordt heel veel gesuppleerd. Het is dus wel een erosief stand, maar die duinen die groeien hartstikke goed door. Dus het is ook van, waar wil je het hebben? En er gaat ongetwijfeld ook een deel gewoon ergens onder water heen, of het ligt in die grote buitendelta. Dus ik denk inderdaad, die kustzon, dat is heel dynamisch. En ik denk dat andere van echt hoe je de delta zelf, dan kan je ook denken van, als we groots denken, kun je ook gaan denken aan ophogen. Ja. De Maasvlakte ligt wel op plus 5 NAP, begreep ik. Want anders komt er geen industrie. Maar we gaan wel in de Zuidpost onder. Tegelijkertijd is de zandvoorraad in de Noordzee absoluut niet oneindig. Hè. Dus daar moeten we ons ook eventjes beseffen. Het ophogen van Nederland zou ecologisch een ramp zijn. Tegelijkertijd, de delen van Nederland die inderdaad opgehoogd worden, die woonwijken, die zakken ook. Ja.
ontzettend snel. Dat weten niet veel mensen. Ja. Maar de zettingssnelheid van die woonwijken door het opgebracht gewicht van die grond zorgt er eigenlijk voor dat ze nog sneller zinken. Met andere woorden, natuurlijk zijn er nadelen te bedenken aan plan B. Maar ook het ophogen van Nederland, eventjes ook nog niet eens nagedacht over de bestaande steden, hoe we daar dan mee omgaan, is wel eventjes een ontzettende uitdaging. Dat zand is niet oneindig voorradig in de Noordzee, dus dat moet dan vervolgens vanuit Rusland of iets dergelijks aangevoerd worden. Ja, dat is ook wel. Maar ik vraag me nou net af. Kijk, hier in de buurt hebben we de Lonnekerberg, een van de hoogste bergen in de regio, 84 meter. Maar die is wel ontstaan door de ijstijd, ook in de Veluwerug en ook in Limburg. Dus er is wel degelijk, de natuur heeft wel dat gedaan, het land opgehoogd. Misschien wel een hele lange periode. Heeft dat consequenties gehad dan? Door het feit dat de ijstijd is dan de rest ook lager? Nou ja, die rug die er ligt, dat is eigenlijk opgestuurd. Ja. Door, die ondergrond, er lagen allemaal sedimentpakketten. Dat is eigenlijk een beetje, als je in de klei duwt, dan gaat het ergens anders omhoog. Dat soort. En dat inderdaad op een hele andere tijdschaal heeft dat natuurlijk gespeeld. Dus ik denk, ja, ook dat van hoeveel zand ligt er in de Noordzee. Of, dat is ook de vraag, als het over dat suppleren gaat, dan moet het de goede korrelgrootte zijn. Dus op zich ligt, ik denk dat er heel wat valt af te graven. Er ligt ook klei en alles, dus het ligt er maar aan waar je het mee wil ophogen. En of het geschikt is, ik zou het allemaal niet weten. Maar het is denk ik, voor mij ligt dat in hetzelfde. Van je kan er wel over nadenken, want ik denk ook drijvende kassen. Ja, als dat wateroppervlak ecologisch daaronder zal ook niet weer blij zijn als er geen daglicht komt. Ik bedoel, aan elk idee is meteen een ja maar te bedenken. Dus daar moeten we niet aan beginnen. Maar ik denk, het is wel goed om die ideeën te doordenken. En ik ook vooral dat het er niet morgen hoeft te liggen, vooral. Ja, duidelijk. Vraag. Welke factoren bepalen de hoeveelheid zand voor de kust? Even denken, welke factoren? Nou, eigenlijk wel de ontwikkelingsgeschiedenis van het gebied. Dus of daar eerst ligt er überhaupt zand. Dus dat dat in Nederland het geval heeft wel te maken met die ijstijden, waarbij er rivieren. Toen was Nederland, of eigenlijk Europa, was een soort. Het was allemaal kaal, weinig vegetatie. Je krijgt verwering. Dus er is veel zand. Eigenlijk de Noordzeebodem is ook allemaal. Als daar zand ligt, heeft ook te maken met wat daar door rivieren is neergelegd. Dat het beschikbaar is om er duinen van te maken, heeft te maken met het soort golven dat we hier hebben. Als er veel minder wind was met veel lagere golven, lag er wel zand, maar kwam het niet naar de kust toe. Ik, tijdens jouw presentatie, Erik-Jan, dacht ik ook mezelf van, kijk naar mijn eigen huis. Hè, en mijn huis is van 1899. Maar ja, de meeste van ons wonen in huizen die zijn hooguit 5 tot 60 jaar oud. Hè, en je praat eens over 200 jaar. Dan zijn al die huizen zijn allemaal bijna onbewoonbaar verklaard. Dus het is eigenlijk, kunnen we beter nou niet beginnen met de nieuwe woonwijken al op palen te zetten? Net zo goed als Amsterdam ook op palen staat. Want het was tenslotte ook op een soort, niet op drijfzand, maar in ieder geval wel op een soppige ondergrond gebouwd. Dus zijn er al projecten die denken van, nou laten we in ieder geval de waterstijging voor zijn en gewoon een Almere dan, hè? Een nieuwe stap maken die al boven zeeniveau al gebouwd wordt. Ja, er zitten twee interessante aspecten aan die vraag. Namelijk, het ene is 180 jaar vooruitkijken, nou eigenlijk wel zo heel lang. Nou ja, als je denkt aan, ja, we wonen ook in woningen die 180 jaar oud zijn, of zelfs 400 jaar. En die staan er ook nog steeds. Dan is het niet eens zo heel erg gek om inderdaad. Ja, maar die huizen in Amsterdam, als je langs loopt, dat is wel. Nee, maar het is waar. Dat wordt wel gezien als langer, cultureel erfgoed. Dus, en tegelijkertijd, in die vraag zit ook natuurlijk van, ja, moeten we niet gewoon wat beter na gaan denken over waar we onze woningen gaan bouwen? Nou, er ligt een enorme woningbouwopgave in Nederland van 1 miljoen woningen. En die worden eigenlijk vrij. Ik zou bijna plomp verloren willen zeggen, gepland in gebieden die gevoelig zijn voor overstromingen en gevoelig zijn voor bodemdaling en waarin niet wordt gekeken naar de ontwikkelingen op de lange termijn. Dus met andere woorden, ik denk dat het veel beter kan, dat we veel beter moeten nadenken over hoe we en waar we onze toekomstige woningen bouwen. Ja, het lijkt me best wel goed om alvast een project te starten, namelijk als je naar Osaka gaat in Japan, hè? En daar hebben ze een internationaal airport. Dat is gewoon een drijvend eiland voor Osaka. Dus dat is echt wel
iets al, nou ja, ze hebben het op andere redenen daar, dat zo daar gebouwd, maar zoiets, toch maar Schiphol dan op de Noordzee, op een drijvend eiland bouwen? Hoeven jullie geen uitspraak over te doen? Vraag. Nou, in plan B zit, is het, ja, bestaat Schiphol niet meer, maar hebben we Lelystad Airport op een drijvend eiland. En wat er ook interessant is, is dat in het oosten van, en eigenlijk ook Amerika, daar wordt aardbevingsbestendig gebouwd. En niet omdat die aardbevingen nou om de haverklap voorkomen, maar als die voorkomt, dan moet een stad of een gebouw er klaar voor zijn. En zo zouden we ook over woningen in Nederland na kunnen denken. Nou, maar bijvoorbeeld inderdaad San Francisco met de Andreasbreuk. Ze hebben natuurlijk daar verschrikkelijke aardbevingen gehad, maar de nieuwbouw die daar zit, die kan er in een stootje. Trouwens Tokio ook. De vraag, waarom maak je je druk om een zeespiegelstijging van 1 à 2 millimeter per jaar? Oké, sorry. Terwijl door de grondwaterpeilverlaging voor de landbouw de bodem met ongeveer 10 millimeter per jaar daalt. Dus met andere woorden, we gaan al zo snel naar beneden dat beetje omhoog, dat maakt niks uit. Tenminste, als ik de vraag vrij interpreteer. Reactie? Ja. Nou, ja, waarom maak je druk om zeespiegelstijging? Het is eigenlijk dat ik denk van, oké, dat zou uit mijn verhaal denk ik toch wel gebleken moeten hebben. In de zin van dat de klimaatverandering aan de gang is. Dat we niet precies weten hoe en hoe sterk het is. Maar dat als we ons erop voor willen bereiden, dat we in ieder geval extreme scenario's moeten verkennen. En dit is daar een onderdeel van. Zodat we vooruit kunnen kijken en mee kunnen bewegen, zeg maar, en ons aan kunnen passen. Dat sluit heel mooi aan op jouw laatste quote. En het tweede is, ja, die bodemdaling die zit natuurlijk in dit verhaal besloten. Hè. Het vertelt eigenlijk van onze huidige systeem van dijken verhogen en polders blijven leegpompen, zodat die bodem maar steeds verder gaat dalen. Dat heeft een eindige houdbaarheidsdatum. Dus dat kan je niet oneindig blijven doen. Hè, dus het versterkt elkaar. Nee, Katelien, wat jij zei, het is een stijging ten opzichte van het niveau nu. Hè? De relatieve zeespiegelstijging is waar we ons dan mee bezig moeten houden. En dat zit allebei in. Ja. Dus dat is wel zo. Dus je kan ook zeggen, aan het bodemdalen hebben we tot op zekere hoogte invloed op. Ik ben zelf inderdaad misschien wat pessimistischer over wat voor akkoord halen ook. Dus dan kan je zeggen, ja, waar hebben we meer controle over? Over die stijgende zeespiegel of over de dalende bodem? Ja. Oké, ik ga nog de volgende vraag. Hoe bepaal je bij plan B wat waardevol is om te behouden? Cultureel historische waarden alleen of ook andere? Of ook economische waarden bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ja, of maatschappelijke waarden. Ja, nou, wat is nou, oké, dat vind ik wel leuk. Wat is nou de insteek eigenlijk van plan B? Is dat om te gaan kijken van hoe we... is dat een economisch plan? Plan B? Dus puur ingegeven ervan hoe houden we de boel draaiende, als het ware, de economie. Is het een menselijke idee van, ik vind die steden zo mooi. Of is het inderdaad het cultuurerfgoed wat we hebben? Wat is eigenlijk de uitgangspunt? Wat is de drijfveer van plan B? De drijfveer is eigenlijk alles. Hè. Het is een holistisch of een integraal plan. Dus al die waardes die je net benoemt, die maken er onderdeel van uit. Maar het gaat er eigenlijk uiteindelijk om dat we met elkaar Nederland voort kan blijven bestaan. En niet ten onder gaat in, zeg maar, de grote vloed. En dat Nederland niet alleen voort kan blijven bestaan, maar er ook beter uitkomt. Wel in een andere vorm, ala, maar er beter uitkomt. En Die onderdelen, hoe bepaal je nou de waarde van iets? Ja, dat is een grote zoektocht, denk ik, waar we nog heel wat jaren voor hebben om dat met elkaar te onderzoeken. En de manier waarop ik me dat voorstel, is dat het onderwerp is van een groot maatschappelijk debat. Hè? Dus dat dat niet van bovenaf bepaald wordt van, oké, nou, dit is waardevol en dit mag verdwijnen. Maar dat we met elkaar, zeg maar, het erover eens worden van, oké, zo gaan we het aanpakken. En dat het dus uiteindelijk, wat ik ook al vertelde, niet een plan van de overheid is, maar een plan van het volk, van de mensen zelf, en dat je daar onderdeel van wil zijn. Ja, dat is ook, vandaar ook jouw optreden nu. Maar wat is ik wil er nog iets op zeggen. Eigenlijk, laatst een leuk verhaal over gezien. Toen werd gekeken op gebieden waar nu die bodem, waar het veel sneller gaat. En dan hadden ze zelfs dus Japan, waardoor ook die plaattektoniek eigenlijk een heel gebied opeens, ik weet niet meer hoeveel gezakt was, bij wijze van spreken meter of zo, ook de haven, alles.
daar was het, het was gewoon economisch, gewoon, ze hebben hele dorpen daar opgebouwd, dat kon allemaal uit. Dus dan gebeurde het, dus die waarde zou ook maar eens kunnen, als we ervoor willen betalen om het te behouden. Daar zit, hè, ja. Dan gaan dingen eerder gebeuren, maar die discussie is niet zomaar beslecht. En de grap is, wij zijn wel uniek met onze dijken in Nederland, maar als Delta, dat weet je ook, zijn we helemaal niet uniek in de wereld. Hè? Dus we zijn maar één van de vele dichtbevolkte delta's ter wereld. En al die delta's, of het overgrote deel van die delta's, die delen allemaal dezelfde eigenschappen in de ondergrond. Ja. En dus ook dezelfde problemen. Ze zinken, ze zijn dichtbevolkt en ze zijn slecht beveiligd. Nederland is de best beveiligde delta. En je weet ook dat bijvoorbeeld in Indonesië, Indonesië, Jakarta, om maar iets te noemen, daar moet de hoofdstad worden verplaatst. Ja. Nou gaan ze dat niet doen door letterlijk die hoofdstad op te tillen, maar ze gaan dat wel doen door een hoofdstad elders nieuw op te bouwen. Ja, dus we zijn niet de enige hierin. Nee, en het was ook in die studie, dat ging over meer die koraaleilanden, die dan ook niet hard genoeg meegroeien. Maar daar zag je ook dat mensen, want er werd er eigenlijk gezegd, mensen moeten eraf. Maar toen was ook de mensen die er woonden, was eigenlijk een soort kleine documentaire. Die bleef daar gewoon in die scholen, dan zaten die kinderen gewoon op verhogingjes. Als er een keer, dat heette dan een extra hoge tijd was, die bleven gewoon. Die waren zo gehecht. Die zeiden, wij besluiten zelf wanneer het moment is gekomen om te vertrekken. Dus ik denk ook dat soort dingen, als zo'n ontwikkeling van het verhuizen naar het oosten. Ja, dat is ook een heel, vorige week, daar moeten gedragswetenschappers aan te pas komen om daar eens misschien ook, daar werken jullie misschien ook allemaal mee, daar komt zoveel... Bij kijken hoe dat echt gaat lopen, denk ik. Ja, dat was vorige week in een van de wetenschapsbijlagen van de kranten. Daar stond er over, expliciet daarover. Over dat soort eilanden die dan eigenlijk helemaal verdwijnen. En weer andere eilanden die opkomen. Ja. Even kijken. hebben we nog lijken in de kast? Als het botlekgebied onder water verdwijnt. Oh, het botlekgebied onder water verdwijnt. Is het dan een milieuramp? Het eerste, nou, de lijken, ja. Hoeveel mensen komen te overlijden als... lijken in de kast zijn nog beren op de weg, kan je ook zeggen. Ja. Nee, misschien iets vriendelijker. Zeg maar, dat is het mooie. Dat vind ik ook het mooie van mijn vak, hè. Dat we, dat het ontwerp verbindt aan wetenschap en aan techniek. En dat we daarmee een soort van blik wagen in... Zeg maar in de toekomst. Hè? Dus we hebben ons eigen voorstellingsvermogen om die toekomst te verbeelden. En dat we daarin verschillende keuzes kunnen maken. En wat wij in plan B zeg maar, doen is natuurlijk niet een soort van aanstaande milieuramp organiseren in tegenstelling. Hè? Dus we willen dat eigenlijk voor zijn en voor... dat voorkomen. En als dat betekent dat het botlekgebied niet verplaatst kan worden en de Rotterdamse haven niet verplaatst kan worden vanuit... milieuoverweging, maar eigenlijk het beste op zijn plek moet blijven liggen en opgehoogd moet worden tot een niveau wat die grote zeespiegelstijging aan kan, dan is dat de beste oplossing. En dan gaan we dat onderdeel maken van zo'n plan B. Nou moet ik zeggen, in het huidige plan B kiezen we ervoor om gewoon heel het botlekgebied en heel Rotterdamse haven te verplaatsen naar Nijmegen. Dus dat komt een stuk verder landinwaarts te liggen, zou je kunnen zeggen, richting de Duitse grens. Ook veel beter voor zeg maar, de bereikbaarheid van China en het achterland. Maar ja, al dat soort lijken in de kast, ik zie ze eigenlijk niet zo. Ik zie het als kennis wat we mee moeten nemen in de verdere ontwikkeling van dit soort plannen. Dat maakt er allemaal onderdeel van uit. Nou, niet zozeer lijkt me wel beren. Wat zie jij voor de toekomst van het duingebied? Is dat iets waar we heel erg zorgen om moeten maken voor de komende tijd? Ja, de komende tijd is natuurlijk een rekbare. Ja, maar gewoon, ik maak het niet meer mee. Maar bedoel, nee. Maar de komende 50 jaar, is dat iets wat we in de gaten moeten houden? Of, raakt natuurlijk ook bij jouw onderzoek natuurlijk, hè? Er zijn plekken waar er één enkele dunne duinenrij ligt. Daar wordt het natuurlijk kritieker dan bij school liggen hele brede duingebieden. Daar zou ik zeggen, daar zou ik me niet zo druk over maken. Dus het ligt eraan waar je zit. En ik denk dat naar die hele verre toekomst, of die extreme zeespiegelstijging ooit plaatsvindt, dat is dat deel waar we eigenlijk meer onderzoek naar willen doen, waar die grenzen liggen van wanneer... Het op zijn plek houden is één ding en het andere is... Maar als we het nou wel naar binnen laten schuiven... En dan komt allerlei ruimtelijke ordening van... Ja, hoeveel ruimte... Er wordt nu ruimte vrijgehouden, maar hoeveel zouden we vrij moeten houden... Als we zeggen,
Nou, als we dat gewoon 100 meter naar binnen laten schuiven, wat is dat nou? Maar misschien kunnen we dan eigenlijk wel. Dus ik zie niet op korte termijn op de schaal van ons hele duinsysteem verdwijnt, dat zie ik niet. Maar er zijn lokaal wel plekken waar je denk ik beter naar moet kijken hoe dat zich stand houdt. Okay. Volgens mij was het de laatste vraag nu, hè, Peter? De? Ja. Oké, ik kan het zetten wel omstaan. Goed. Nou, dat kan wel, maar dan moet je volgens mij wel aardig vermogend zijn, hoor. Maar dat kan? Binnen dit verhaal, binnen plan B, kan dat. Hè? Dus, dus daarin blijft het centrum van Amsterdam inderdaad behouden. En dan moet je wel een huis op palen kopen. Dus, Ja, of nieuwe palen. Ja, ja. Je kan ook zeg maar aan de ringdijk van Amsterdam gaan wonen in een drijvende woning. En met andere woorden, ja, daar zijn inderdaad kan je met een gerust hart doen. Ja. Alleen over de huizenprijzen tegen die tijd, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ja, ik zat net te denken, ja, je kan, dat soort leuke soort scenario's kun je denken. Hè, van nou is de Tweede Kamer in Den Haag, gaan ze nu verbouwen? Dat is niet veel beter meteen hier op de markt kunnen zetten. Want dan zei je, oh nee, we willen ze helemaal niet in Enschede. Dat is waar. Nee, precies. Laat maar mooi daar. Niet waar? Heel erg hartelijk bedankt. Ik heb zelf ongelooflijk veel geleerd dit uur of anderhalf uur. En ik hoop jullie ook. En ook het vooral. En wat het leuke is, dat van plan B, hè, dat is iets wat je er moet gaan zingen in jezelf. En je moet ideeën genereren. En je ziet het vast wel in de publiciteit zitten en zo niet. Lola, vind je zo. Hè? Dat is, jullie kunnen wel, als er nog vragen zijn, vast bij jullie terecht. Absoluut. Vooral als er hele goede nieuwe ideeën zijn. Dat sowieso. En als je dan heerlijk naar buiten gaat, lekker uitwaaien en je wandelt lekker door de duinen. Dan kun je ook aan jou denken, Katrien. Allebei heel erg bedankt.